Hoor je jezelf ook al? Ik nog niet. Ik ga even kijken. Ik heb Jacobi nog niet. Jack, wil je even praten? Oké, ik hoor Jack niet. Ja, hier. Wow, nu hoor ik mezelf heel goed. Nee, die leg ik daar wel. Oké. Je geeft Anouk één taak, hè? Eén taak. Ik hoor mezelf heel hard. Hoi, alles goed? Ja? Ja, tuurlijk. Leuk om hier te zijn natuurlijk. Dankjewel, dankjewel. Kom maar. Yes, goedenavond. Welkom hier weer in Sportcentrum De Schaapskooi bij de eerste thuiswedstrijd in de play-offs van het seizoen 2020-2021. Zoals al aangekondigd op de social media hebben we een special guest vandaag. Ik noem die al even de masked commentator, Jacobine Klerris. Jack, welkom terug in Bemmel. Dankjewel, ik ben heel erg blij om hier te zijn. Ja, dat geloof ik. Hey Jack, ik ga je vanavond, mag ik je gewoon Jack noemen, toch? Tuurlijk, jij altijd. Of heb je liever Killer Klerks? Vind ik ook nog steeds leuk, maar hier werd ik altijd Jack genoemd in Bemmel. Jazeker. Killer Klerks komt voornamelijk uit de 3 tegen 3. Ben je daar nog actief in of helemaal niet meer? Momenteel niet. Ik ben natuurlijk geblesseerd geraakt aan mijn voorste kruisband. Dus toen ben ik helaas daar een beetje uit de kijk geraakt. Niet meer in de kijker gespeeld. Ja, precies. En ik ben nu eigenlijk alles aan het doen om daar weer terug te komen. Het kriebelt wel nog heel erg en dat zou ik ontzettend leuk vinden. Ja. Maar daarvoor moet ik eerst gewoon een goed seizoen draaien. En daar ben ik nu eigenlijk voornamelijk mee bezig. Ja. Hey, 2012 tot en met 2017 heb je hier gespeeld. Eerste landskampioenschap van Batouw hier ook gehaald. Vorige week zat ik hier met René. Die had zelfs een jasje nog aangetrokken met het landskampioenschap. Ja, was heel grappig.
Hey, afgelopen jaar een wat minder seizoen gehad in Frankrijk. Ja, klopt. Ja, wij hadden heel erg last van de coronamaatregelen eigenlijk. Onze competitie, we hebben 5 wedstrijden gespeeld. Wij speelden in de 3e divisie van Frankrijk. En zij hadden eigenlijk alleen maar toegezegd de federatie om de 1e en de 2e divisie door te laten spelen. En wij wilden daar net buiten. Dus pech. Zonde. Ja, heel erg zonde. Echt maar 6 wedstrijden gespeeld. En het was eigenlijk een heel erg leuke club. Waar ik me ook heel erg thuis voelde. En ik heb me daar eigenlijk niet goed kunnen laten zien. Dus nee. Heel erg jammer. Maar ik mag je dan wel feliciteren met je nieuwe contract in België. Klopt. Ja, leuk dat dat nu kan. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. En zeker na zo'n jaar als dit met corona natuurlijk, had ik dat eigenlijk niet zien aankomen. En als je dan zo'n kans krijgt, dan gaat het ineens zo weer kriebelen om alles ervoor te geven. Maar dus, Heb je iets met Frans? Want je gaat natuurlijk een naam spelen, ook weer Franstalig gedeelte van België. Ik ga me niet eens wagen aan de naam van de club. Namur. Ja. Namur. Heb je iets met Frans? Ik ben natuurlijk nu in Frankrijk geweest. Het land zelf is natuurlijk geweldig. Maar dat begon eigenlijk al in Charleroi. Daar spraken we ook heel veel Frans. Ja. Toen ben ik het een beetje gaan verstaan. En dus of dat ik echt eens met Frans heb, nee, maar ik vind het, het is een mooie taal, het is een leuk land. Oui. Precies. Jacques, heb je vanuit Frankrijk ook het basketbal Nederland nog een beetje gevolgd? Ja, absoluut. Ik heb af en toe ook wedstrijden van Bemmel gekeken en ook van andere ploegen eigenlijk. En ik vind het ontzettend leuk om altijd te kijken, omdat ik ook een hoop vriendinnen natuurlijk nog hier heb. Dus ja, precies, want we zien hier achter je al een beetje lopen. Natuurlijk heb je samen met Jordi, met Lisanne, met Cato, met Elle. Ja, Elle heb ik nog training gegeven, Cato denk ik mee gespeeld. Ja. Leuk hoor. Heel Anne erg natuurlijk leuk. Ook mee gespeeld nog. Ja. Helemaal goed. Hey, wat verwacht je van de wedstrijd van vanavond? We vinden Jolly Jumpers natuurlijk 2 keer in de competitie van gewonnen. Maar ja, play-offs zijn altijd anders hè? Ja, het is altijd een anders gevoel. Ik voelde het net zelf al toen ik hier binnenkwam dat je toch altijd een beetje gespannen raakt als het play-offs zijn. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat of wie de tegenstanders zijn. Dat geeft altijd een extra lading aan de wedstrijd. Ja. En je hebt zelf ook vaak tegen Jolly Jumpers gespeeld. Wat voor een ploeg is dat? Ja, snel. Voor mijn gevoel altijd een hele snelle ploeg. Kan altijd nieuwe dingen proberen. En eigenlijk altijd met jonge speelsters, waardoor je altijd... Ja, het kan van alle hoeken komen. Dat vond ik altijd lastig. Ja, ja. Hey, als we dan kijken naar Bemmel, die zijn niet denk ik met een heel lekker gevoel de play-offs ingegaan. Natuurlijk met de nederlaag tegen Binnenland en tegen Den Helder. Terwijl tegen Den Helder wel echt een goede wedstrijd was. Ja, en hele mooie dingen laten zien ook. Dat had ik net ook nog even met Anne erover. Van, jullie hebben zulke mooie dingen en spel. Jullie spel is zo leuk om naar te kijken. Maar als je dan van zo'n voorstand ineens weer gelijk komt te staan, dat hakt er soms wel in. Ja, echt een momentum switch, hè? Exact. Ja, dat is gewoon lastig. Maar goed, ik zou ook tegen haar laat dat gaan en denk daar niet meer aan. Je hebt gewoon een hele sterke ploeg staan met heel mooi basketbal. Echt leuk om naar te kijken. Zeker. Je maatje Lisanne natuurlijk echt ook bezig weer aan een heel goed seizoen. We zien weer de oude Lisanne terug. Ja, zeker. Scoort 18 punten gemiddeld. Ja. Ik hoor ook van andere mensen die dan naar de Lekkertek kijken van zo, Lisanne is ook echt 3 punten aan het schieten en van de acties die ze maakt. En heb ik ook tegen haar gezegd van wat zij toch mooi te spelen. René zei heel mooi van Lisanne heeft een 3 punten aan de arsenaal toegevoegd. Oh, ja, want natuurlijk absoluut, de linkerhandje is echt killing. Ze is overal gevaarlijk nu. Ze is echt een mooi wapen. Ja. En Jacques, als je naar Bemmel kijkt, gaat de bank parten spelen in de play-offs? Dat ligt natuurlijk altijd aan de wedstrijd. Ik vind de bank altijd heel erg belangrijk, ook voor de energie en ook om je teamgenoten aan te sturen. Maar een play-off zeker. Je weet nooit wat er gebeurt en wie je nodig hebt. Iedereen is belangrijk. Je ziet dat Vincent Veel natuurlijk met zijn basis 5 speelt, aangevuld 6-7 man, rotatie 8. Ja. Ja, goed. En ik zie toch wel bij Den Helder ook vorige week, die kunnen wel veel meer brengen nog ook. Ja. Soms heeft dat wel een voordeel, maar ik vind ook wel als je sterk kan beginnen en je kan dan af en toe je bank er voor een paar minuten inzetten, kan dat ook heel veel brengen. Ja. En die nieuwe energie is ook heel erg belangrijk. Is het dan een voordeel dat het 3 keer een best of 3 is? Dat het over wat minder wedstrijden gaat? Misschien wel. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het jammer. Wij speelden natuurlijk toen de tijd altijd nog 5 wedstrijden. Zelfs een best of 7, hè, met best die 4-3. Ja. Toen dacht ik ook van wauw, dat duurde zo lang. Dat is natuurlijk ook anders. Dus je moet scherp zijn vanaf het begin. Dus ook je bank moet scherp zijn. En ik denk wel dat nu het geval is bij iedereen natuurlijk. Het is play-off tijd, dus iedereen is... Maar ik ben... Nou, we gaan zo meteen bij de coaches, in ieder geval Mart Kieftenbelt en Dennis Vermeer. Hoe zij kijken naar deze wedstrijd. Wij lekker op ons plekje zitten. Ik ga meeluisteren. Goed.
Yes, bij mij staat coach Mart Kieftenbelt. Mart, welkom terug in Bemmel. Dankjewel. Lijkt al gisteren dat je hier nog was. Nou. Misschien is het wel de laatste keer. Nah. Het zou kunnen. Het is wel de ambitie hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Ik heb ook een gezin en een vrouw en zo. Dus dit zijn wel weken die erin hakken. En dan bedoel je 2-0 voor Bemmel neem ik aan, toch? Hè? 2-0 voor Bemmel ja, bedoel je? Ja, denk ik ook, ja. Nee, nou. Hey Mart, laatste wedstrijd tegen Grasshoppers thuis. Was het was je daar tevreden over? Goede graadmeter voor ja, de opmaat? Ja, weet je, volgens mij ging hij nergens meer over. Wil je ritme houden? Wil je wat andere samenstellingjes proberen? En vooral iedereen heel houden. En dat is allemaal gelukt. Dus nee, ik was daar niet ontevreden over. Ja, dus iedereen is fit? Of dat ik zie één iemand in trainingspak ja, maar staan? We hebben 14 meiden. Ja. Dus je moet altijd keuzes maken. En tot nu toe heb ik volgens mij één keer dit seizoen een keuze moeten maken. En voor de rest. Maar alles wat normaal gesproken flinke minuten maakt, die is er. Ja. Wat is jouw verwachting van de serie? Dat het, ik denk, de spannendste serie wordt van de eerste ronde. Althans, die willen we er in ieder geval van maken. Dat het, dat Bemmel de favoriet is. En dat is denk ik ook logisch als je kijkt naar het seizoen en de ranglijst. Maar dat het wel een ploeg is die ons kan liggen. En dat het team wat de controle neemt over de wedstrijd, dat die de serie gaat winnen. Dus als wij de wedstrijd kunnen controleren, maken we een goede kans. Als de controle bij Bemmel ligt, dan maken zij de beste kans, ja, denk ik. En wat heb je nog voorbereid? Logischerwijs heb je je voorbereid op deze wedstrijd. Ja, je maakt een plan en dat plan dat heeft wat haken in ogen. En in de competitie maak je vaak één plan en hier heb je er misschien wel drie. Ja. En de vraag is of je ze nu alle drie al moet gebruiken of dat het te kort of te veel is vandaag om ze alle drie te gebruiken. Dat ga je zien. Okay, alles wat je niet gebruikt, hou je in je zak voor donderdag. Ja. Want ook de tijd die we ertussen hebben, maakt dat je misschien op detailniveau wat aanpassingen kan maken. Maar niet dat je de hele zooi op zijn kop kan gooien voor donderdag. Als ik me goed herinner, Maart, had je bij de vorige wedstrijd had je op een gegeven moment na een time-out toverde je een zone uit de hoge hoed. Waar Bemmel heel veel moeite mee had. Herinner ik me dat goed? Of was dat... Zit ik nou verkeerd? Nee, we hebben geen zone gespeeld. Oké, nou dan zit ik er zeker mee naast. Dat zou wel... Dat hoort wel binnen ons normaal gesproken, binnen ons gameplan, dus dat zou kunnen. Ja. Maar ik kan ook maar wezen dat het helemaal niet gebeurt. Als het man-to-man goed werkt, dan ga ik niet naar zone. Nee, tuurlijk, dat is op zich logisch. We moeten het tempo wat Bemmel normaal gesproken wil spelen, moeten we zien te controleren. Ja. En als we dat kunnen, kijk, als we een sprintduel aangaan met Bemmel, gaan we het verliezen. Ja. Maar als we er een marathon van kunnen maken, nou, dan denk ik dat wij een gevaarlijke outsider zijn. Nou, Mart, ga gauw naar je team toe. Veel succes. Dankjewel. Yes, we mogen. Dennis, de play-offs staan op punt van beginnen. Wat een lekker gevoel. Ja, zeker. Dat is de energie die je nodig hebt om extra lang de wedstrijden te kunnen spelen. Kwam zo'n drukke week die we nu gaan krijgen. Worden voor jou ook korte nachtjes? Worden hele korte nachten. Maar dat maakt niet uit. Dat gaan we wel lukken. Jawel toch? Hey, vorige week merkte ik toch wel echt een teleurstelling in de ploeg. Hè? Je staat de hele wedstrijd voor tegen een helder. Je laat het toch lopen in de laatste minuten. Vincent zei van, nou, ik heb echt wel goede dingen gezien en dit is gewoon een ervaring om weer mee te doen. Welke goede dingen hebben jullie nou meegenomen vanuit Den Helder naar vanavond? Dat wij in ieder geval kunnen laten zien, ook vooral naar onszelf toe, dat wij mee kunnen komen met alle teams. Dat is voor ons gewoon een goede les om mee te nemen in de play-offs. Je kan er natuurlijk met twee manieren erin, een positieve manier en een negatieve manier. En we willen natuurlijk zo positief mogelijk beginnen. En ik denk als we die lessen meenemen en daar onze houvast aan houden, zijn dat de positieve dingen die we mee moeten nemen. Ja. En speel je tegen Jolly Jumpers? Je zei op zich, Triple Threat zou wel eens een hele gevaarlijke outsider kunnen zijn hè, in de competitie. Hoe kijk je naar Jolly Jumpers? Want het is ook een team onder Mart. Is natuurlijk altijd, het is altijd aftasten voor ons van wat gaat Mart natuurlijk brengen. Die zal natuurlijk ook niet veel gezeten hebben in de voorbereiding naar de wedstrijd toe. Dus voor ons is het echt zaak om de rebound te winnen, want die hebben de afgelopen wedstrijd tegen Jolly hebben die verloren. Dus dat is iets wat wij sowieso als een doelstelling hebben voor deze wedstrijd. Om in ieder geval alles te geven om die rebounds te pakken. Wat zijn je verwachtingen van de serie? Voor de serie? Ja. Ik denk dat wij tegen een team als Jolly ook zeker diep moeten gaan om in ieder geval de wedstrijden te winnen. En als wij thuis de eerste klappers en dalen waren natuurlijk, ja. Als we daar de eerste klap uitdelen, dan
ja, zal dat voor ons extra energie geven naar de volgende wedstrijd toe. Wat hebben jullie nou aangepast? Mart kan nou toch niet meer luisteren. Wat hebben jullie nou aangepast richting Jolly Jumpers voor deze wedstrijd? Ja, we hebben de wedstrijden van Jolly natuurlijk gekeken, ook de laatste wedstrijden. En aan basis daarvan gaan we natuurlijk onze eigen sets aanpassen. Ja. En of het werkt, dat gaan we zo zien. Nou, daar gaan we voor dan. Zeker weten. Veel succes Dennis, ga gauw naar je team toe. Dankjewel. Nou, wij gaan ons ook opmaken voor een spannende wedstrijd. Hè, wat Mart Kieftenwel toch zei, we gaan hier voor de steel. Hè, dus om te zorgen dat we de eerste wedstrijd naar ons toe trekken. Nou ja, dat gaan we zien. En we hopen dus een hele spannende wedstrijd. Ik ga met Jacobien naar de commentaarpositie. De microfoon gaat naar Wim Biesters om de introductie te gaan doen. En we zien u zo meteen terug. Blijf zeker kijken. Het wordt een mooie avond. Mooie avond basketbal hier in Bemmel. Lek de Tech tegen Jolly Jumpers. Tot zo. Goedenavond en welkom in Sportcentrum de Schaafskooi bij de wedstrijd tussen Lek de Tech en Jolly Jumpers. Na weken al hebben we uitgekeken, is het eindelijk zover de play-offs. En dat zijn toch de wedstrijden waar het allemaal om te doen is. Vanavond de eerste ronde, de kwartfinale. Nummer 3, Lek de Tech tegen de nummer 6, Jolly Jumpers uit de reguliere competitie. In de best of 3 wordt uitgemaakt wie er doorgaat naar de halve finale en die wordt dan weer volgende week gespeeld. We weten inmiddels dat playoff wedstrijden totaal andere wedstrijden zijn, meer beleving, een grotere intensiteit en misschien ook wel meer zenuwen. Benieuwd of we dat allemaal vanavond gaan meemaken. Helaas zonder publiek, maar we weten dat veel supporters de wedstrijd thuis zullen volgen. En aan de commentatoren Steven en als gastspreker Jacobien zal het niet liggen. Welkom Jacobien. Goed, dan gaan we beginnen met het voorstellen van de speelsters. En we gaan beginnen met het team van Jolly Jumpers. Met nummer 4, Marjel Klobic. 5, Pien Nijhuis. 6, Ada Toxica. 7, Jade Brughuis. 8, Iris Zwart. 9, Anke Rikhoff. 10, Laura Heidzop. 11, Richter Stegging. 12, Noelle Droster. 14, Laura Stegging. 15, Anne Stegging. En 16, Emma Oudevrieling. En geblesseerd, liefspeler Teddy Koopman. Team staat onder leiding van coach Mart Kieftenbel. Jolly Jumpers.
Nummer 0, Ike Hoek. 2, Tamara voor de Boer. 3, Rinske Scholten. 5, Tracy Roberts. 6, Jonny Kampman. 7, Anne van Blijmen. 8, Julia Jongensma. 10, Lisanne de Jonge. 11, Aya Nabi. 12, Katon Groenen. 17, Aza Kampenbol. En 21, Erik Rabenstein. Niet spelen, Ellen Nienka en Renske Bol. Team staat onder leiding van hoofdcoach Vincent van Stiebrecht. En hij wordt geassisteerd door Dennis van Mieren. Team van Lekkerbeek. Volgens mij, Jack, zijn we er weer. Kijk heel even naar Jeroen ook. Yes. Nou, altijd lekker zo. Even energie omhoog en gas erop. Ja, ik merk dat ik het ook voel. Ik ben helemaal enthousiast. Ook die muziek hier altijd in Bemmel is altijd heel erg leuk. En dat je zo op komt lopen in de rode op de rode loper. Ja, dat geeft een extra spannend gevoel. Ik heb geen idee. Ja. Ja, dat is zeker lekker, hè. En ook, nou ja, goed, Wim natuurlijk ook echt al wel jarenlang de vertrouwde stem. Ja, van, zeker. Van de schaapskooi sowieso. Dus dat is altijd lekker. En Jack, we kijken hier ook op het scherm even met een schuinoog naar de andere wedstrijden. Ja, alle wedstrijden zijn nu bezig. Ja, toch? Alles begint om 8:30. Dus in Den Helder speelt Den Helder tegen Triple Threat. Okay. Wat verwacht je daarvan? Heb je daar een beetje een beeld bij ook? Ja, ik verwacht daar ook wel dat daar... Nee, je kijkt natuurlijk naar Den Helder als een sterk team, dat ze daar in ieder geval een goede pot gaan neerzetten. Maar goed, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Den Helder speelt wel thuis, dus wie, ik verwacht eigenlijk wel dat Den Helder die game gaat pakken. Nou, bij Triple Threat zie je ook dat Britje Sapai weer terug is. Ja. Dus dat maakt ze zeker niet zwakker. Nee, dat is alleen maar een goede aanwinst natuurlijk voor hen. Ze is ook een ervaren speelster. Ik weet even niet hoe lang ze er precies uit is geweest. Ja, bijna, het zal zijn half jaar. Ja, precies, daarom. Dus het is toch even zonder haar gespeeld, dus als dat zij nu terugkomt, wie weet geeft dat wel heel veel energie voor de ploeg. Andere is Binnenland Utrecht. Oké. Okay. Dat zal, Ramon gaat het niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar dat zal normaal gesproken toch Binnenland moeten zijn. Ik heb trouwens wel Ramon geappt dat zodra er, als zij toch kunnen stunten, dat hij een lekker kopje koffie voor hem klaar staat. Oh, okay. Misschien dat leuk. Het hem wel. Ja, ik gun het hem ook. Utrecht heeft natuurlijk, ik heb het een beetje gevolgd ook bij Utrecht. Utrecht heeft gewoon hele leuke dingen laten zien en dat je dan steeds net naast die winst grijpt, dat is gewoon heel erg jammer. Dus als je dan misschien kan stunten in zo'n play-offs, dat zou ik ook wel heel erg leuk vinden voor Utrecht. Ja, ja, zeker. Lekker de druk leggen bij Joost en Linda natuurlijk. Ja, absoluut. Waarom niet? Ja, daar is het een leuke ploeg voor. Dus. Nou, dan de laatste, dat is eigenlijk altijd wel de spannendste, de nummer 4 tegen de nummer 5. Ja, Grasshoppers tegen Lone Lions. Ja. Ja. En natuurlijk bij Grasshoppers veel ook bekende. Hè? De zusjes Kuit natuurlijk, niet te missen Noortje. Dus ook die hebben we aanstaan. Wordt we gaan spannend, kijken. Dat wordt echt, dat is wel een wedstrijd waar we heel veel spanning kunnen verwachten. Goed. Maar goed, wij gaan ons vanavond ontfermen over deze wedstrijd. Precies. De scheidsrechters van vandaag, ook wel even netjes om voor te stellen altijd. Mike Nijhuis, Anto van Elder en Thomas Nijg. En nog een halve minuut te gaan en we zijn er klaar voor. Spannend, ik heb er zin in. Ja, we zien de starters bij Lectatech. Nou, geen verrassing. Nee, zeker niet. We zien Yveske Hoek, Anne van Vlijmen, Lisanne de Jonge, Julia Jorritsma en Jordi Kampman. Ja, volgens mij heeft hij dat bijna tot nu toe altijd gedaan, Vincent. Ja. Ja. De startende vijf aan de kant van Jockey Jumpers. 7, Jade Brughuis. 8, Iris Zwart. 9, Anke Rikhoff. 11, Richter Stemming. En 12, Noelle Droste. Nou ja, je hoort het misschien Wim al zeggen, maar de starters aan de kant van Jolly Jumpers, Jade Brughuis, Iris Zwart, Anke Rikhoff, Beerte Stegik en Noelle Drosten. Ook dat is niet echt een verrassing. Het meeste gevaar bij Jolly komt toch wel uit de handen van Noelle, hè? Noelle, ja, leuke speelster. Ja, echt een harde werker ook. Hè? Dat typeerde jou ook altijd natuurlijk, echt knokken voor iedere bal. Dat vind ik ook mooi om naar te kijken, ja, zeker.
Maar toch ook wel ja, heel mooi, zo'n jaar de Brughuis, hè, 17 jaar en al jong, zo belangrijk. Heel jong. Ja. Ja. Nou ja, het eerste balbezit is in ieder geval voor Jolly. En we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren. Heel goed. Spanning ligt er in ieder geval goed op, dat is wel te voelen hier. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Lekker de tekst zo te zien in een switching defense, hè? Jolly wilde goed aanvallen hier, maar kwamen er nog niet echt lekker doorheen. Nee. Ja, op zich zie je sowieso ook wel dat lengteverschil is niet heel hoog, hè? Dus je kunt wel redelijk makkelijk switchen ook. Ja, ja, dat was me eigenlijk niet opgevallen vanaf de livestream thuis, dat Jolly ook zo groot is. Maar dat is een leuke matchup. Ja, lekkere opening. Mooie drie punten van Julia. Als ik Vincent een beetje ken, hè, ik zie hem natuurlijk heel vaak, twee keer in de week zo ongeveer, met Lectitech en met Joost United natuurlijk. Ja. Oh, dit was een miscommunicatie denk ik. Ja, maar wel echt een start waar Vincent veel focus in de defense legt natuurlijk ook. Dus, top. Kijken of we daarvan kunnen profiteren. Ja, dat moeten ze zeker doen. Ik denk dat we hem op de eigen helft krijgen hier. Ja. Ja. Zelfs nog een stukje verder. Dat is mooi. Je kunt bijna baseline gaan nemen. Ja. Nou, je zag zeker ook in die slotfase tegen Den Helder dat het heel spannend werd. Heel veel unforced turnovers. Ja, gewoon, zeker. Ja. Nou, kijk, dit is lekker gespeeld. Mooie paas. Jammer. Ja. Jammer dat je hem net niet af kan maken. Ja, wel weer een goede aanval van de rebound. Anne die achter de eigen bal aangaat. Zoeken naar Lisanne. Ja, die gaat ze krijgen. Ja. Jammer. Daar stond Bert al. Ja. Die had al wel verwacht dat Lisanne naar de linkerhand zou drijven. Ja, ik ook. Dus, ja. Nou, we hebben het net niet aan hem gevraagd, hè, maar Mart is natuurlijk bezig aan zijn laatste seizoen in Tubbergen. Ja, hoorde ik ook, ja. Ja goed, Mart, we spraken hem net natuurlijk al even voor het interview ook, zei hij ook van ja, de focus ligt gewoon op nu. Oeh, dit is wel een vervelende, dat is de tweede van Lisanne, denk ik. Ja, komt ook meteen een wissel aan. Ja. Maar die zal het zeker een stijl willen afsluiten, dus. En zij wordt gewisseld. We zien Gracie Roberts dan nu ook in het veld komen. Tweemaal voor Iris Zwart. Ja. Iris Zwart normaal gesproken 73% vanaf de lijn. Nu zien we nu de eerste missen. Tweede raak. Nou. Dus dan altijd vaak zie je dat hij de eerste mis, tweede raakt. Terwijl ja, als je het andersom zou doen, hij in ieder geval nog die aan van de rebound. Ja, dat is zeker. Maar vaak corrigeer je jezelf dan, als je op die lijn staat. Schotje van Julia. Weer een aan van de rebound, Weer een aan van de rebound, ja. Staat in het strijdplan, vertelde Dennis, om te zorgen dat we in ieder geval de rebound overhouden. Een team hier op de pick-and-roll. Ja, we willen een loopovertreding van Anne. Laat in de schokklok. Raakt niks en dat is een bal voor. Goed verdedigd door Jolly deze aanval. Ja, vond ik ook. Je zag toch een soort van hedge daar op die pick-and-roll. Ja. Ja, en als je dan kijkt naar Anne die dan nu heel veel druk krijgt, denk ik dat het ook echt in het strijdplan van Mart zit. Want Anne is wel echt bezig aan een goed seizoen. Ja, ja. Ze staat heel sterk te spelen, een goede leiding aan het nemen. En hier wederom een turnover, miscommunicatie. Ja. Maar Anne inderdaad, ook vanaf de driepuntslijn is goed aanwezig. Dus belangrijk voor Lectitech om een goede leider op de vloer te staan. Ja. Vijf seconden nog op de schotklok. Ik dacht ook, out of bounds? Ja. Helaas. Ik had het niet gezien, maar... Nou, ik dacht hem ook te zien. Ja. Dat zijn de makkelijkste calls voor een scheidsrechter. Ja, absoluut. Dus, ik keek er niet naar vandaag. Ik was al bezig met de layup. Hij was ook laat, voor mijn idee. Maar. Ze willen graag naar binnen. Ja. Nou, wat je al van tevoren zei, je voelt de spanning. Nou, dat zie je ook wel terug in de eerste drie minuten natuurlijk. Ja, is logisch altijd met play-offs. Nou, dit is een lekkere assist. Jammer. Nou ja, de Brughuis dan nu met de eerste punten vanaf het veld.
En zo is de stand weer gelijk. Ja, precies. Wederom een hetje. Ja. Wat is nou de beste manier, Jack, om zo'n hetje aan te vallen? Ja, of hem snel uit te pasen of mezelf uit te dribbelen. Ligt er net aan hoe je zelf uitkomt. Maar vaak is het met een snelle paas en een driehoeksverhouding. Ja. Zou ik doen. Ja. Kijken naar de open speelster. Anke Rikhoff was dat met de eerste twee punten voor de wedstrijd ook. En de voorsprong natuurlijk voor Jolly Jumper. Ja. Ik denk dat wat Mart betreft ze mogen afsluiten nu. Ja. Stoppen ermee. Ja, precies. Noelle had al gedribbeld. Ja. Zeg een goed schot, hè, van Anke Rikhoff weer. Ja. Eens kijken of we nu wat kunnen doen in de tegenaanval. Yveske naar het bord. Oeh, mooi. Lekkere move. Die ging toch tussen twee mensen door daar. Alleen heeft gemist die de fout kreeg. Jade Brughuis krijgt de fout. Ik hoorde Wim volgens mij iets anders zeggen, maar bord staat nummer 7. Oké. Okay. Ik heb God, het ook even nog gemist. Dat is een nadeel van zoveel schermpjes voor je. Ja, mens, precies. Ja, het is natuurlijk hartstikke op zich heel mooi, hè, dat wedstrijden allemaal op hetzelfde tijdstip beginnen, de play-offs. Maar ja, je moet als kijker wel een keuze maken. Ja, daar had ik ook al een aantal mensen over gehoord, dat alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip waren. Maar goed. Maar fijn dat u in ieder geval kijkt naar deze wedstrijd. Ja, daar zijn we erg blij mee. Is die nog in? Ja. Blijkbaar wel. Ja, oh, ze gooit hem. Oeh. Meteen weg, helaas. Ja. 3-2 als het goed uitspelen. Gracie vanaf de buitenkant. Ja, mooi. Lekker. 3-punter. Ja. Goed gedaan. Toch wel een beetje snelheid willen maken, volgens mij. Ja. Geen helpsite in dit geval. Goede actie van Anke. Ja. Loopt ook al wel een aantal jaren mee, hè, in de Eredivisie, ja, Anke Rikhoff. Ja, heb ik ook nog tegen gespeeld, ja. Ja. Jordi open voor 3. Ja. Ja, absoluut. Als Jordi weer hetzelfde... Ja. Als, in dat als Jordi ze gaat raken, dan... Ja, precies. Dan word je kampioen. Hè. Ja, zo voelt het voor mij wel. Sterk van Noël, ja, ook. Mooi langs de verdediging gestapt. We zien Laura Stegink klaar zitten om erin te komen. Julia voor 3. Er zijn toch ook meiden die veel samengespeeld hebben, ook nationale teams. Hè? Laura Stegink en Beerte natuurlijk, Yveske, Anne. Ja, absoluut. Julia ook nog natuurlijk in dezelfde, ja, lichting. Dus, kennen elkaar ook allemaal goed. Ja. Goeie actie weer. 11-11. Leuk begin. Zeker. Maar voor mijn hartslag, voor mijn hart überhaupt, het maar even gewoon niet weer zo maken als de afgelopen wedstrijden. Nee. Maar dat hoort wel bij de play-offs, hè. Ja. Ah, Jules, 5 punten al, hè, van de 13. Ja, ook belangrijk dat zij schotjes maakt. Kato zit ook klaar. Ja. Fout gaan naar Jordi, denk ik. Hier is de fout Jordi Kappel. Ja. Ja. De doorkloeren voor Yveske. Administratie is weer oké. We zien al wel een 12-6 voorsprong voor binnenland inmiddels. Den Helder 18-10. En dan missen we hier natuurlijk weer een score. Stand weer 13-13. Beerte was het, hoor, Nick. Ik moet nog een beetje inkomen. Paas naar binnen. Ja. Mooi. Ah, Julia, mooi via het bord. Ja, hangt er toch, hè? Ja. Laura daar helemaal vrij voor 3. Ja.
Ja, is toch ook, dat blijft ook echt wel een gevaarlijk wapen, hè? Als je als center ook vanaf de buitenkant kan schieten. Oeh, daar verliest lekker tek de bal. Ja. Ja, Gracie toch ook niet helemaal lekker nog dit seizoen. Zal toch fijn zijn, ook zeker voor de diepte en voor de ploeg als zij echt opstaat. Ja, Laura nu. En nu met Lisanne, twee fouten. Ja. Het is belangrijk dat zij ook lekker in de wedstrijd komt nu. Dan zal Anne even rust krijgen als Aya het veld in komt. Aya die trouwens met een mooi stuk samen met Cato in de Gelderlander stond. En waar, heb ik gezien, leuk. Ja, waar Aya ook aangeeft, hè, vandaag is de Ramadan begonnen, waar ze ook echt aan meedoet. Dus dat is knap, zeker om dat je ziet hoe ze dan de energie op gaat brengen. Ja, dan moet je toch even rekening mee houden. Ja. Julia mis, aan van de rebound Tracy, naar Jordi. Ja, ja hoor. Die paas. Ja. Nou, een klein runnetje nu, hè. Van 13-13 naar 18-13. Ja. Dus, probeer een stop te maken nu. Ja. Zie je switchen bij Lectitech. Ja, dan krijg je toch Jordi tegenover Laura. Dat is wel een mismatch. Wel goed uitgebokst. Ja. We zoeken naar Jordi eigenlijk voor de drie. De bal komt eigenlijk niet lekker aan. Kom maar, de eerste bal was natuurlijk voor Jolly, dus dan is hij nu voor Lekte. Dat is mooi. Time-out van Vincent. Als het goed is, Jack, kunnen we meeluisteren. Dus we gaan even kijken wat Vincent te zeggen heeft. No control. Yeah? On the post up, we're not fighting for position. We're allowing them to get the post position, and then when they get the ball, we're screwed one-on-one. So we have to fight back in front. Every time somebody gets in the paint, get in front, call for X. Yeah? They haven't looked at the weak side yet. And so if we execute this, we'll be okay. Yeah, but if we don't and we play the one-on-one, they're bigger. So fight earlier for position. Let's go. Ja, vooral verdedigende aanwijzingen, hè, van Vincent. Zeker ook in de post. Zorg dat ze niet in positie kunnen komen. Ja, toch een beetje gaan die positie eruit gaan halen bij hen. Zodat ze gewoon moeite krijgen als we switchen. Dat ze dan in ieder geval niet gebruik maken van die mismatch. Ja, ja. En dan gaan we verder 5 seconden op de klok. Balbezit voor Lectitech. Daar heeft hij niks over gezegd in de time-out, over deze aanval. Dus, we lachten de focus niet. Nee. Kijk waar hij komt. Als hij al het veld in komt natuurlijk. Ja, dus ik kan hem niet kwijt. Kato toch wel. Misschien toch een beetje de zenuwen in zo'n paas. Ja. Ja, en ik had ook het gevoel dat Crazy voor de handoff wilde komen. Ja. En Kato wilde pasen. Post op, goede extra paasje bij Jolies. Zo. Maar ook wel echt goed geroteerd, hè? Want, goede actie van Laura. En de fout van Gracie. Gracie Roberts, haar eerste fout. De vierde teamfout al voor. Vierde teamfout, of ja, al. Nog 2 minuten. Valt nog wel mee. Ja. Ze mist haar eerste. Ook normaal gesproken 72%. Okay. Zei ik net ook, toen ging de tweede ook raak. Dus Sam vast opschrijven. Goed zo. Zie wissels bij Lectitech. Yves Koek terug en ook Aase Kantenbeen het veld op. Aase Kantenbeen, Yves Koek. Voor jullie heel zwaar. Ja goed, Lisanne zit natuurlijk noodgedwongen aan de kant met 2 fouten. Zit al lang nu natuurlijk, ja. Ook wel fijn om al zo vroeg in de wedstrijd toch ook je starters die je misschien aan het einde nodig hebt al wel weer wat rust te kunnen geven. Ah ja, voor de 3-punter, die is mis. Nou ja, goed, je wil natuurlijk als speelster ook wel eigenlijk op het veld staan. Zeker met zo'n play-offs game om lekker je zenuwen onder controle te krijgen.
en ook gewoon in de wedstrijd te komen. Dus zou het nou nog iets te maken hebben gehad met het feit dat, nou goed, tegen Den Helder moeten niet de hele tijd teruggrijpen natuurlijk naar die laatste paar minuten. Nee. Maar ja, daar zie je toch. Fout van Aaien. Ja, twee vrije worpen. Daar zie je toch ook wel, ja, voor mijn gevoel wel een beetje vermoeidheid in de ploeg komen. Eerste fout. Ja, misschien wel. Ik vind niet per se dat goed te zien is, dat het echt vermoeidheid is. Maar ja, het is natuurlijk altijd zwaar twee keer in de week wedstrijden spelen. Maar hopelijk zijn de meiden er zelf niet te veel mee bezig. Kan natuurlijk ook onbewust in je lichaam zitten, in je benen. Maar op de lijn Marel Glaubic, ook in het veld gekomen tijdens die time-out. En ook zij benutte tweede. Ook een jonge speelster. Ja. 17. Ah, dat is natuurlijk van oudsher, Eurosport Twente, Jolly Jumpers. Echt wel ook goede jeugdopleiding, goede coach ook gehad met Yvonne, met Mart, met Justin. Ik doe heel veel mensen tekort, dat weet ik zeker. Richard Stegging dan nog even noemen, zeker. Terwijl we hier, dit is wel lekker hoor, Gracie. Ja. Belangrijk wel. Hou je die voorsprong weer even vast. Ja. Mismatch inside weer. Turnover. Ja, goed doorzien ook. Ja, goed geholpen. Turnover van Aya. Ja, raakt de bal kwijt. Goed om eigenlijk om een. Oh, dat was lopen. Dat is lopen, ja. Kun je niet meer op de nul stap afschrijven, nee. Dit. Pina is voor Noelle, ja. Bal voor Jolly Jumpers. En dat laatste aanval van het eerste kwart waarschijnlijk. 16 seconden nog. Ik zie veel dribbelhandels bij Jolie. Zoeken weer naar de open speelster. Oh, dit is wel lekker om zo het eerste kwart af te sluiten. Anke Rikhoff. Met de drie punten. Ja. En is daarmee ook samen met Julia topscorer in de wedstrijd. Allebei met 7. Ja, dat is toch net jammer dat ze die er nog in gooit. Ja. 21-18 is toch. Maar goed, beide ploegen zitten er wel lekker in, voor mijn gevoel. Ja. Toch wel, op zich lekker open wedstrijd. In het begin wat turnovers, hè. Een beetje de spanning eruit. Ja, wel lekker, wordt lekker gescoord. En ook, verdedigend zien we ook goede dingen. Gaan we eens even luisteren wat Vincent nu zegt. Ja. We'll take that last three. Yeah, contest it as well as you can. Offensively, last 3-4 minutes, we need some more execution now. So bring some execution in offense. I don't care what play. They're switching everything now. So execute as if you're switching everything. We work on that. Clear? Hey, it's playoffs. Things will happen. We'll get calls, we won't get calls. We'll make shots, we'll miss shots. It can never affect how hard we work. And this first quarter is up and down. Be consistent. Let's go. Be aggressive! Als je kijkt, Jacke, ook naar natuurlijk de ontwikkeling in het damesbasketbal. Zeker, corona heeft veel negatieve effecten. Nou, daar hoef ik jou helemaal niks van te vertellen, helaas. Maar ook, zie je toch wel dat veel clubs ook echt geïnvesteerd hebben in hun livestreams. Hè? Kijk, we hebben hier nu ook gewoon alle drie de wedstrijden live. Daar ben ik echt zeker ook van onder de indruk. Dat had ik al tegen jou gezegd. Ja. Hier bij Lectatech, mooie beelden op social media. En daardoor ben je toch als kijker van buitenaf veel meer betrokken. Omdat het gewoon ontzettend jammer is dat je er niet bij kan zijn. Ja, zeker. En ook als je kijkt ook naar Robin van der Beeld, een van de initiatiefnemers van womensbasketballleague.nl. Ja, ook echt weer een mooie website waar gewoon alles van het vrouwenbasketbal te vinden is. Ja, dus leuk. Echt een hele boost voor het vrouwenbasketbal, vind ik, in Nederland. Ja, dat is wel top om te zien. We zijn tweede kwart begonnen. Eerste bal zit weer voor Lectatech. Ja. Niet gewisseld. Jawel, Lisanne is terug op de vloer en Anne.
Yveske met een lekker hoekje. Die had Yveske bijna. Ja. Lekker dik wel veel druk geven. Lisanne daar geen fout maken. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Je zag dat ze haar handen er even vanaf haalden. Ja. Nou, dat wil je net zien, dan krijg je hem altijd. Ja. Haas voor 3 mist. Mist, ja. En de rebound is voor Pien Nijhuis. Ja. Gelijk veel druk op de bal, halfcourt. Rebound voor Lisanne. Ja. Kijken of de snelheid kan worden gemaakt. 3 tegen 2. Waarom snijdt Yveske niet door? Mooie paas naar Aza. Ja, omdat Aza backdoor komt dan maar. Heel goed. Heel goed. Anders zag hij aankomen. Goeie paas. Ja. Kijken wie hem krijgt. Aza krijgt hem. Ja. Net iets te laat in helpsite. Ja. En Laura Stechink weer op de vrije worplijn. En die benutten ze allebei. Tweemaal Laura Stechink. Haas op de point guard. Je ziet veel stagger screens in de aanval. Ja, en dan into een pick and roll. Ja. Goeie actie, net niet afgemaakt. Ja. Komt net wat centimeters te kort daar dan. Precies. Hè? Ja, precies. Mismatch daar bij Anne. Ja. En die bal rolt over de... Oh. Bal rolt over de achterlijn. Vijf seconden ook weer op de schotklok. Zagen we net aan de andere kant ook. Kijken of we er nu ook een turnover uit krijgen. Ja. Bal weer naar Laura. Ja. Aanvallen. Goed naar de ring. Oh, late call. Ja. Kijken wat hij fluit. Ja. Handoff voor Kato. Dus, handchecking voor Kato. Sorry. Ja. 2 maal weer voor Laura Stegging. Ja. Misschien wachtte hij even op het feit dat ze hem ging maken, ja of nee. Ja. Wil de scheidsrechter nog wel eens doen. Ja, voordeel kennen we niet, maar toch wel even een beetje afwachten van wat gebeurt er. Soms toch wel. Een beetje oppassen mag ik zeggen, want Mike kan me horen. Vijf punten voor Laura Stegging. Nee, je ziet toch inderdaad voor kleine foutjes dat ze heel even wachten. Kijk, als die bal gemaakt wordt, hoor je er niemand meer over. En dan, ja. Je ziet ook verder eigenlijk niemand klagen. Of het balen, maar niet klagen. Yveske voor 3 niet en de rebound weer voor Pien Nijhuis. Nee. Lukt Lek de Tech toch nog niet om echt afstand te nemen? Nee, nog niet. Laura wil heel graag naar binnen. Ja. Anke Rikhoff met de avond rebound naar de eigen schot. Ja. Ik zie ook dat Julia weer klaar zit. Ja, dit is wel een foutje van Anne. Julia en Rinske. Krijgt Anne de fout? Ah, die had er nog geen, dus die kon hem hebben. De eerste fout, Anne van Pluim. Yveske eruit. Yveske en Kato eruit. En dan Julia terug en Rinske Scholten al vrij vroeg in de wedstrijd. Normaal zien we die een beetje aan het einde. Maar doet het goed ook zeker in de minuten die ze heeft gemaakt. Dus, heb ik ook training gegeven, dus het is leuk om te zien dat ze minuten pakt nu hierbij. Ja, we zijn allebei geen Bemmelsen, maar een echte Bemmelsen. Ja, dat precies. Daar mag je toch trots op zijn als club zijnde. Zeker. En de tweede is wel raak. Hier is zwart was dat op de vrijworplijn. Ja. Ja.
bal naar binnen naar Julia. Ja, wie van de twee krijgt hem? Dat is even de vraag. Want er waren twee fouten. Hij gaat naar Lauwersteging, denk ik. Ja. Lauwersteging, haar eerste fout. Eerst ook. Ja, dat was de tweede fout in de wedstrijd van... Van Jolly. Van Jolly, dus... Hebben nog wat weg te geven. Het is ook zo stil in de zaal nu, zonder supporters. Ongelooflijk. Heel raar. Ja, de mensen die er dan bij mogen zijn, terwijl jullie ook de tweede vrije worp zien raken. Mensen die er bij mogen zijn, zijn natuurlijk extra blij. Want ja, ze hebben toch wel een voorrecht dat ze de wedstrijden live mogen zien. Absoluut, ik ook, ja. Ja. Maar het is wel gek om gewoon, zeker met play-offs geeft dat altijd wel een extra gevoel. Ja joh. And one. Score telt. Ja. Score die telt. Van Pien en de fout is van Rinske. Niet iedereen is het ermee eens. Jordi Kampman terug. Nee, ja, wat je zei, zeker in de play-offs is hier natuurlijk altijd een gekkenhuis. Ja, zeker hier met al onze supporters hier. Ja. Dat is altijd wel erg bijzonder. Dus we missen jullie. Ja, zeker. Ah, goed, en we missen dan ook van zeker van de vrijwilligers missen we er natuurlijk eentje in het bijzonder. Moest je zeker nog de groeten doen van Leentje. Oh ja. Wel in drie punten zien. Laura Stegging, ja. Ja, Laura in drie punten. Nou, hebben we eigenlijk al gezegd, hè, van toch fijn om een center te hebben die ook van buiten kan schieten. Ja, ze zit goed in de wedstrijd. Ze is heel agressief en kan eigenlijk van overal vandaan eigenlijk wel scoren. Aanval rebound Lisanne. Ja. En weer de voorsprong voor Jolly Jumpers. Rinske voor drie. Nee. Ja, en een fout van Iris White op. Ja, weer die aanvallende driepunt van Lisanne is toch wel belangrijk als ze op het veld staat. Ja. Iris White, haar eerste fout. Zeker. Ja. Ook wel knap voor zo'n Rinske, die dan natuurlijk gewoon nog niet, niet zoveel minuten maakt, maar dan toch wel nu al vroeg in de wedstrijd op het veld komt. Ja. En dat toch ook eigenlijk zonder na te denken zo'n bal schiet. Ja. Dat is toch wel, misschien geeft zo'n wissel vanuit de coach ook vertrouwen als speelster. Ik weet dat het zelf ook altijd fijn was als je dan al inkomt. Toch net iets eerder dan je misschien gehoopt had. Ja. Goeie actie van Lisanne. Ja. Geen helpside bij Lectatec. Nee. Zou het bewuste keuze zijn of slechte communicatie? Laat ik even in het midden. Gaan we straks even aan Dennis vragen in de rust. Ja. Zo, loopt goed hard op het screen. Veel mensen in de bucket. Bal weer naar buiten. Ja, naar wie anders dan naar Jordi? Ja. Ja, waarom niet Anne? Ja, lekker hoor. Zo. Belangrijk. Eerste drie punten voor Anne, maar wat voor een drie. Denk ja, wel dat echt is een metertje erbuiten, denk ik wel. Dan hebben ze hem al laatst naar achter gelegd, maar dan gaan ze voor Anne nog verder naar achter leggen, denk ik. En de wissel aan de kant van Johnny Jumpers. Komt de time-out aan. Time-out. Van Vincent. Time-out, denk ik. Ja, zijn tweede van Vincent, tweede time-out. Ik zie ondertussen dat Grasshoppers ook weer terug is gekomen. Die stonden eigenlijk lange tijd achter. Mm-hmm. Maar ook Utrecht is teruggekomen zelfs. Ja, ook Utrecht zelfs. Inderdaad. Ja, 25-25 staat het al halverwege het tweede kwart. En bij Den Helder triple threat is het toch wel een goede voorsprong voor Den Helder. 37-20. Dus there's that one-on-one defense needs to be better. And they're blowing us by, not even in the post now, but on the close-out. We're treating them like they're the best shooting team in the league. Be solid on your close-out, don't fly by, stay on your feet. And don't give them a lane. Yeah? Offensively. They're coming out hard behind switches, they're switching aggressively, yeah? If you can't get the slip, then go around and attack them downhill to the basket. It's same on the closeouts. Blow by and go in strong. You just had one, should have been an one. Yeah? But everybody else, we're shying away from them. That means, because if we do, they collapse and everything is open on the perimeter. Yeah, but if we pass it around on the outside, not like that.
Ja, het is toch wel altijd even een leuk effect ook dat u als kijker thuis ook even meekrijgt wat er dan zo gezegd wordt door de coach. Ja, leuk dat jullie dat hebben geregeld, dat daar ook een microfoon bij staat. Ja, dus kijk, als het goed is kunnen we straks ook nog een keertje met Mart meeluisteren, maar die heeft nog geen time-outs aangevraagd. Dus, Oké, misschien wilde hij het wel niet. Ah, mochten Mart, we niet meeluisteren? Van Mart kennende vast wel. Nou. Mart is de enige coach in de Women's Basketball League die zichzelf aanbiedt voor een interview. Dus dat Mart praat ik graag, dus op zich. Daar zijn wij altijd blij mee, hè? Ja, dat snap ik. Wij niet, maar dat geeft een heel pijntje. Tweede fout voor Anne. Toch even een beetje op gaan letten dat die meiden niet nog tegen een derde fout aanlopen vlak voor rust. Ja. Ja, Brughuis. Tweemaal. Vincent is er niet mee eens. Een discussie met Thomas. Thomas Nijg. Nou ja, dan raakt de eerste mis de tweede. Aanvallende rebound van Anke Rikhoff. Ja, dan gaat het gewoon opnieuw proberen tegen Lisanne. Een lekker blok. Ja, clean blok gelukkig. Ja. Mooie spin move van Noelle. Zo. Mooie bal hoor. Mooi. Ja, nou, ik zou bijna zeggen oogkleppen op en naar de ring. Ja, maar, gewoon gaan. Echt gecontroleerd nog wel hoe dat nog wel dat doet. 6 punten voor Noelle. Je turnover komt van Lisanne. Komt net niet aan die paas. Ja, dit is toch ook wel weer een cruciale defense eigenlijk, hè? Toch ja, ze moeten eigenlijk even stop maken nu. Ja. Bal naar buiten. Jordi heeft hem. Goeie rebound voor Jordi, ja. Ja. Lisanne loopt hier. Anne zit er. Goed doorzien van Jade, ja. Je ziet toch dat Lekkertek een beetje zoekende is, vind ik zelf, naar die transition. Maar ze komen er niet echt lekker in. Nee. Dat mis je eigenlijk dan als je toch of een voorsprong of uit wil lopen in dit geval. Ja, ja terwijl toch eigenlijk, ja, je speelt weer met je basis 5, hè, dus je hebt ook genoeg schutters aan de buitenkant. Ja, en er, als het goed is zijn er ook genoeg meiden die kunnen rennen. Ja, ja. Nou, dan Julia als trailer erachteraan. Ja. Nou ja, terwijl Julia ook kan rennen, hè. Laat ik vooral niet zeggen dat Julia niet kan rennen. Nee, dat weet ze wel. Ja. Fout van Jade Brughuis. Lastig te zien vanuit hier wat daar precies gebeurde. Maar ja, Mart dacht dat die clean was. Precies, dat hoorde ik ook bij Mart. Nou, zagen we afgelopen zondag dat dan bij Joost dat een van de spelers riep the ball don't lie. Nou, goed, Ja, soms is dat natuurlijk ook zo. Ja, maar. Ik denk dat je zeker als je, dat doen ze ook niet hoor, maar ik denk zeker als je naar de foutenverdeling kijkt, dat je absoluut niet mag klagen als Jolly Jumper zijn. Nee. Dus, goeie fake hoor, waar jullie aan het gewoon volledig intuinden. Ja, en er stond niemand achter meer. Dus nee. En daarmee is Laura Stegging de eerste dame in de dubbele cijfers. Ja, ik heb het al een keer eerder gezegd, maar ze zit goed in de wedstrijd. Ze is erg belangrijk voor Jolie. Ja. Hier ook weer, zitten ze er toch weer tussen. Laura had gehoopt dat de bal voor hen was. Ja. De scheidsrechter zag dat toch duidelijk anders. Cato komt terug, vervangt Julia. Jordi weer op de driepuntslijn. Dat is toch niet Jordi's plekje, hè? Nee, liefst in de hoeken natuurlijk voor Jor. Daar gaat ze weer. Lisanne naast. Durft toch eigenlijk niet voor dat blok te gaan, Lisanne. Je ziet het aan de armen. En ook wel verstandig dat ze het niet doet. Maar wel weer een erg sterke actie. En ook goed wel van Jolly dat ze... Ja, ze blijven toch elke keer wel Lisanne opzoeken. Ja, Jolly wil gewoon heel graag naar binnen. Echt aan het aanvallen.
En ik vind dat Lektitek daarin toch een beetje zoekende is. Ja, te weinig structuur in de aanval. Ja. Ja, ik wilde het net nog zeggen. Even zorg dat je geen fouten maakt nu. Ja, weer twee vrije worpen. Eerste fout gelukkig van Yveske. Ja, precies. Ja. Maar ja, toch twee maal. Twee maal Iris Zwart. Eerste mis. Ja. En ook de tweede is te kort, voorkant ring. Rebound. Jammer. Klipt net uit haar handen bij Kato. Ja. Laura zat er toch ook eigenlijk een beetje bij. Ja. Je ziet echt dat ze aan het vechten is eigenlijk voor elke bal, zowel aanvallend als verdedigend. Zeker weten, ja. Goed gesneden. Oeh, daar zat Kato nog aan die bal. Noël weer Kato. Weer Kato, zo. En Lisanne met de rebound. En een goede rebound, ja zeker. Ja. Nou weer tempo maken, kijken wat je kan creëren. Want je staat nu in 2 tegen 4. Ja. Dan we toch wel weer even rust bewaren en weer op zoek naar... Ja, op zich doen ze het natuurlijk goed. Oh, mooie skippa's hoor, ja. Van Yves op Ja, eigenlijk moet ik lekker dat gewoon blijven doen. Die simpele pasen geven naar elkaar en de open man blijven zoeken. Ja, zeker weten. Goede stop, ja. Dit is wel even belangrijk. Ja, dit hebben we nodig. Aansluiting zoeken. Yveske open. Ja hoor. Oeh. Oh, jammer. Vincent roept 23. Zullen we een 2-3 zone gaan zien, verwacht ik. Ja. Laura daar weer in het midden. Zorg dat die dicht houden. Ja. Goed verdedigd hoor, Dokkato. Dat is een loopovertreding, zou ik zo zeggen. Nee, hij fluit voor een fout. We hebben nu het weer in krijgt. 7, dat is Anne. Dat is de derde, denk ik, dan van Anne. Ja. De derde fout van Blijn. En wederom 2 maal. Dus, ja, en Anne de derde fout. Dat is ook eigenlijk niet wat je wilt, nog zo vlak voor rust. Maar dat het een spannende serie gaat worden, kunnen we nu wel zo langzaamaan gaan noemen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dan ben ik de tweede. 4 punten. Ja, je ziet ook dat Anne wordt verdedigd door Ankes. Of lange positie. Op een iets kleinere guard. Ja. En weer een turnover. Ja, geen goede paas van Lisanne. Nee. Je ziet toch dat Lektitek niet echt lekker erin zit. Moment. Nee, absoluut. Ja, dus dan moet het vooral hard werken hebben. Nou, dat doet ze hier. Gooit Jolly ook een bal weg. Ja, nou kijken of je vanuit die transition aan kan sluiten hier. Yveske. Ja, mooie assist ook van Anno, hè. Goede paas. Ja. Nou ja, dan weer de laatste aanval voor Jolly. Ja, en weer een zone van Lektitek. Ja. 2-3, Anne staat onderin. Ja. Ze beweegt denk ik net haar lichaam iets te ver naar voren. Ja. Yveske. Het is jammer met nog 2 seconden op de klok. 2.8. Ja, dan krijg je nou weer ook haar tweede fout pikt ze op. Ja. We zien ook Wesley Lenting hier lopen met een camera in zijn hand. Normaal zien we natuurlijk de mooie recaps van Anouk. Ja. Maar kijken of dat Wesley dat niveau kan overstijgen. Dat zal heel lastig worden. Jazeker. Maar met zo'n mooie camera lukt dat misschien wel. Toch wel goed om te zien ook echt dat die socials worden gebruikt om de fans te blijven binden. Ja, ja zeker. En soms besef je ook niet hoeveel tijd er nog in zit. Oh.
Dat was wel even lekker geweest. Was leuk geweest, ja. We gaan rusten 37-39. Dat betekent dat Jolly het laatste kwart gewonnen heeft. Dan moet ik heel snel gaan overrekenen. 16-21. Ja, nou ja, toch eigenlijk niet de score die we hadden verwacht om de rust in te gaan, als ik heel eerlijk ben. Nee. En je ziet ook, nou ja, goed, met name Laura Stegging staat op in tweede kwart. Ja, absoluut. Je ziet Lektek veel fouten nodig heeft om af te kunnen stoppen. Ja, komt daar gewoon niet lekker in het spel. Je kan geen snelheid maken. Dat wat Lektek toch eigenlijk nodig heeft. Ja. Kijken we heel even snel naar de andere wedstrijden. Ik kan me voorstellen dat u nu ook, aangezien het hier rust is, overschakelt. In Den Helder staat het al 53-20 in het tweede kwart. Dus dat is wel echt een duidelijke statement van de ploeg van Mario Bennis. En in Katwijk heeft toch Landslake Lions is eigenlijk weer een stap gemaakt. Ja, Gassop heeft het lastig, lijkt het wel. Ja. Ze kwamen net terug, maar nu toch weer spannend. En bij Binnenland... zien we nu even geen stand, maar wat ik net zag, wat Binnenland in ieder geval weer een voorsprong te pakken. Oké. Okay. Dus even kijken of Michel Appers en Leo van der Adel de stand nu weer in beeld kunnen toveren. Kunnen we het nog even noemen. Het zijn highlights, dus ja, het is al rust. Ik ook altijd zien. Ja, overal rust nu. Ja, nou, wij gaan ook even rusten. Zometeen hebben we nog even een interview met Dennis Vermeulen. Even kijken wat is er in de kleedkamer gezegd, wat gaan we doen en hoe ziet het eruit. Ja, ben ook benieuwd wat zij denken op dit moment. Ja, nou, en daarna komen wij weer terug met de tweede helft. Leuk. Gaan we doen. Dankjewel, Jack.
life stream. No diggity, no doubt. Show to get down, good lord. Baby got them open all over town. Street the bitches don't play around. Cover much ground, got a game by the plan. Getting paid is a forte. Each and every day, dream play away. I can't get it out of my mind. I think about the goal of the time. East side to the west side, pushing that ride. Dennis, wat een spanning in het begin van deze wedstrijd. Ja, de play-offs zijn begonnen. Ja. Dat is te zien. Ja. Je zag dat beide ploegen echt wel moeite hadden om goed scherp uit de startblok te komen. Misschien wel een beetje sprake van overfocus. Ja, misschien overfocus. Misschien even de spanning van de play-offs dat echt is begonnen. En dan eens kijken hoe ga je eruit komen. Ja. Wat hebben jullie ze meegegeven in de rust? Blijf ons eigen spel spelen. Blijf onze eigen energie erin gooien. We staan nu in ieder geval in de rust gelijk qua rebounds, hè. Dus dat is iets wat we aangegeven hebben voor de wedstrijd, daar willen we aan werken. Dus het begin is er. Nu is het kijken of we dat door kunnen zetten. Het percentage van wat jullie schieten, dat is hoger. Ja. En ik denk dat daar echt het verschil in zit. Ja, ook zie je dat jullie verdedigend echt veel fouten moeten maken om ze af te stoppen. Ja. Lisanne al vrij vroeg naar de kant met twee fouten. Ja, dat zijn geen dingen waar je heel veel energie mee krijgt natuurlijk. Nee, gelukkig hebben we een brede bank, kunnen we daarin doorwisselen en kunnen we op die manier zorgen dat we zoveel mogelijk de fouten gaan verdelen en de lasten gaan verdelen. Ja, hey, want als je kijkt, vooral Laura Stegging doet jullie in het tweede kwart heel veel pijn inside. Ja. Is daar nog over gesproken in de rust? Maar dat wij onze eigen defense blijven spelen, dan kunnen we daar wat mee. In de eerste kwart hebben we dat ook laten zien. Dat is voor ons de zorg dat we die focus terugkrijgen, dat we dat weer gaan doen. Ja. Jullie zien op een gegeven moment gaan jullie ook 2-3 zones spelen. Was dat onderdeel van het gameplan of een beetje ter voorkoming van de foutenlast? Beide. Het is iets wat we natuurlijk in de achterzak hebben en daar moeten wij gebruik van maken op het moment dat nodig is. Ja. Nou ja, wat verwacht je tweede helft? Ja, dezelfde energie, spannende tweede helft. Dus
Ja. We gaan ervoor. Ja, je ziet natuurlijk, ik kan me voorstellen dat Jolly nu echt wel met heel veel energie gaat spelen in de tweede helft. Dan moeten we wel gaan opmatchen natuurlijk. Ja, dan moet gematcht gaan worden, zeker. Ja. Absoluut. Nou ja, heel veel succes. En dank we gaan weer van je van genieten. Thanks Dennis. Nou, ook wij zijn weer terug inmiddels voor de tweede helft. Jack zet even de microfoon aan, dat is wel fijn om te kunnen horen natuurlijk. Zeker. Nou, wat je net hoorde in het interview ook was dat Dennis zei van, nou, een van de main objectives was in ieder geval de rebound gelijk, of de rebound duel eigenlijk winnen. Nou, je ziet in de rust dat zij 19-19 staan, dus in dat opzicht komen ze nog mee. Maar ja, goed, percentages... zijn het verschil, hè? Je ziet de Jolly Jumper schiet 46-47%, waar Bemmel 39 schiet. Ja. Nou ja, goed, normaal gesproken, verschil van 2 punten, moet dat nog wel goed gaan komen. Ja, nee, er is natuurlijk niet echt problemen nu voor de groep, maar wat ik net al zei, je gaat toch anders de tweede helft in, maar des te meer reden om met veel energie te komen en te starten eigenlijk in de tweede helft. Ja, nou je ziet dat Vincent ook weer gewoon kiest voor zijn starting five. Dat doet aan de andere kant volgens mij Mart ook, als ik het zo snel goed zag. Ik zie in ieder geval wel heel veel bekende gezichten. Ja. Toch wel bijzonder dat hij dan niet start. Je ziet veel coaches ook die gewoon de tweede helft eigenlijk altijd weer met hun basis 5 beginnen. Maar je zou toch eigenlijk zeggen dat een Laura Stegging toch wel zou verdienen om die tweede helft te starten. Ja, of we misschien nu even wat rust te geven en dan daarna de rest van de tweede helft te spelen. Ja. Ah ja, we gaan het zien. De eerste balbezit is voor Jolly Jumpers. Ook drie punten van Beerte. Gaat er meteen in. Ja. Ja, Jolly is on a mission. Ja, precies. Hopelijk heeft Vincent de meid een beetje wakker geschud in de kleedkamer. Oh, lekker paasje. Hele mooie paas. Ja. Nou, ik leg hem erin. Dit soort dingen moet je doen, hè. Gewoon, ja, zeker. Gewoon aanhaken. 9 punten voor Yveske. Ander tegenover Noël, dat is wel een mismatch. Weer die spin move van Noëlle. Ja. Zo om Anne heen. Ook zij, dubbele cijfers, nu 10 punten. Ja. Ja, lastig, die was aan te zien komen. Jullie wilden graag naar binnen. Weer Anke Rikhoff. Ja. Over Anne heen eigenlijk. En zo is het verschil van 2 uitgebouwd naar 7. Ja, dat zouden we toch graag anders zien. Ja. Ja, en dan is het nu zaak om, om ook te laten zien dat je geleerd hebt van de wedstrijden tegen Den Helder en Grasshoppers. Boom, Lisanne. Lisanne in ieder geval wel, ja. Voor tijd voor Lisanne om in ieder geval weer in die wedstrijd te komen. Ik schrok even met Lisanne, de hele kous goed. Ik dacht even van, oh shit, die grijpt naar de knie. Nee. Het was er kniebreest, of kniesleeve die zo even goed deed. Ik denk, oh nee, daar zitten we niet op te wachten. En Lisanne zeker niet. Nee. 3 punter. Mist de ring, 3 seconden nog. Nou, die leveren ze in bij Yveske. Oeh, tricky paas zo rond de middenlijn. Kwamen wat hoofden tegen elkaar volgens mij. Ja, op de neus. Zag er niet prettig uit. Nee. Valt mee, gelukkig. Ja, precies. Maar ja, toch weer eigenlijk net die paas die niet lekker aankomt. En ik vind het wel goed dat er naar binnen wordt gekeken en dat er wordt gewacht voor de goede paas. Maar soms is misschien een aanval organiseren of toch even kijken of dat er een andere optie
wat beter is, zeker ook, nu. Ook wel, maar wij, hè, je ziet weinig inside-out. Eigenlijk het hele seizoen al wel een beetje, mist dat gewoon bal inside. Ook gelijk het gevoel hebben dat we hem inside af moeten maken. Terwijl dit soort ballen, ja, dat zijn gewoon de lekkerste schoten. Zeker ook voor een Jordi natuurlijk. Absoluut. Oh, die rebound even een tweehandige duw van Beerte. Goeie paas van Lisan weer. Zat ze aan. En de rebound van Beerte. Nou ja, gewoon heel veel energie in de defense stoppen. Dan gaat het vaak aanvallend, komt het vanzelf weer. Ja, weer die mismatch bij Anna wordt er gezocht. En rebound. Ja, Beerte wordt niet uitgebokst. Nee. Lisanne met de rebound en de fout die is voor Anke Rikhoff. Haar eerste, dus die kon hem nog hebben. Je ziet toch die fullcourt pressure hier bij Anke op Anne. Ja. Anne toch een beetje onder druk wordt gezet. Oh, en het werkt. Ja, oh, stapt out of bounds hier. Kon net niet lekker de bal onder controle krijgen. Nee. Het gezicht van Anne spreekt boekdelen. Ja, ik wou het net zeggen, ze baalt er ook van. Ja, ik sprak Anne ook na de wedstrijd tegen Den Helder. Die had natuurlijk een aantal hele goede wedstrijden. Was echt heel erg zelfkritisch ook. Gewoon van, ja, moet gewoon beter wat ik laat zien. Wordt van mij verwacht, die rol heb ik nu. Ja, toch wel mooi, hè. Anne is natuurlijk ook 22. Gewoon nog echt in... Ja, hij komt toch ook eigenlijk wel uit dit clubje. Ja. Opgegroeid wordt hieruit... Hier opgegroeid gewoon. Kan even niet uit mijn woorden. Moet het in het Frans doen, hè? Ja, misschien wel. Julia in sight, dan komt hij weer naar buiten. Nog 8 seconden op de klok. Die zal dan weer naar basket. Ah. Zo, we moeten het gezicht van Bertha wel hebben. Ik dacht even dat Lisa met bord wilde doen, maar toch niet helemaal goed ingeschat. Nee, maar wel, ja, wel wat je wil zien, hè? Gewoon ja, drives absoluut. Naar de basket. Dat moeten we wel willen. Ik zie hier weer toch iets de zone van Lekkertek weer. Ja. Kijk, ik vroeg net ook aan Dennis, hè, is dat inwille van de foutenlast of is het echt wel onderdeel van het gameplan? Maar Dennis zegt, ja, we hebben hem gewoon in het assortiment. En hij was ook wel effectief net. Oeh, laatste seconde. Goeie paas daar. Ja. Noelle weer helemaal vrij onder het bord. Je ziet toch dat Jolly die rust eigenlijk heeft. Zeker, ja. Lange aanvallen maken en toch wel de goede opties daaruit vinden. Ja, en ondanks ook gewoon de gemiddelde leeftijd van het team, hè, toch echt heel volwassen speelt ook. Ja, precies. Zo ziet het er voor mij ook uit. En ik denk ook dat zij misschien wat minder druk ervaren dan dat Lekkerdek toch ervaart. Oh, lekker blok van Julia. Ja, clean blok. Nou, kijken, 3 tegen 1. Anne van buiten. Ah, jammer. En de rebound die is voor Iris Zwart. Ja. Nou ja, toch, als je dan hebt over die minder druk, als ik dan even terug ga, ik weet niet meer exact, zo was 13-14 denk ik, 12-13, landskampioenschap. 12-13. Ja. Oeh! Ik zat net in de rust ook nog even met iemand te kijken naar de posters hier aan de muur. 2015 zit ik met te bedenken. 2015 zelfs. Ja. Nou, toch nog niet zo lang geleden, Jack. Ja, voelt soms al zo lang geleden. Ons sportief fout, denk ik, van nummer 8. Hier is Zwart, haar tweede. Hij zat net even te kijken ook hier naar de doeken die in de schaapskooi hangen. Ja, helemaal rechts zie je toch wel, ja. Ja, het blijft heel bijzonder om hier te hangen. Ik krijg soms nog wel eens een foto doorgestuurd van mensen die hier dan zijn. En ja, dan besef je hoe bijzonder het is dat we dat hebben meegemaakt als clubje. En ja, dat je daar mag hangen. Dat, ja, zeker. Maar ook daarin zag je gewoon de druk was van jullie schouders afgevallen. Ja. En daar presteerde je toch het beste in. Ja. Muis stil in de kooi. Ja, ik durf ook bijna niks te zeggen, maar we zijn hier niet zo te horen volgens mij. Nee, volgens mij valt het wel mee. Pinayas komt terug op het veld en vervangt Iris Zwart natuurlijk. Nou, kijken, in ieder geval één vrijworp. Kijken dat we in ieder geval de aansluitingstreffer kunnen maken. Ja. Lisanne daar weer onder het bord. Oh, turnaround. Je ziet dat Lisanne echt heel belangrijk is in de groep. Ja. En dat hebben ze toch echt wel gemist, de eerste kwart. Absoluut. Gracie Roberts is in het veld gekomen, dat heb ik even gemist, die wissel.
Drie punten, ja, de Brughuis mis en een rebound voor Beerten. Ja, een beetje gerommel, maar toch weer die leer naar binnen. En Lies Sanne nu met de rebound. Jumbal. Jumbal, bal bezit, lekker tek. Ja. Nu grijpt ze wel naar de knie. Het bleek ook dat, dat er iemand op haar viel. Ja, ja. Kwam ze misschien niet helemaal lekker uit. Jack, in de zomer, ik sprak voor de wedstrijd tegen Lens Lake Lions, hier sprak ik Marloes Nieuwveen. Leuk. In de zomer weer de, wat is en... Marloes Nieuwveen basketbalkamp. Ja, nou, ja. Precies, dank je. Ja, altijd leuk. Ben MNBC, ook, daar ben je altijd bij betrokken. Ja, zeker. Ook dit jaar weer op de planning. Kijken of dat ik kan gaan, absoluut. Ja, is altijd leuk voor de kinderen natuurlijk om daar te zijn en ook een goede organisatie. Marloes is ook leuk om mee samen te werken, basketbalkamps zijn altijd goed georganiseerd. Maar dat geldt eigenlijk wel, vind ik, voor alle basketbalkampen in Nederland. Ja. Zie je toch steeds meer dat dat wordt georganiseerd her en der. Maar ook door steeds jongere meiden. Sierra Butter is ook druk bezig met haar kampen, dus daar ben ik ook voor gevraagd. Lijkt me ook onwijs leuk. Krijgen we ook een Jacobine Klerkskamp? Ja, wie weet. Zou leuk zijn. Maar goed, je maatje Marloes staat in ieder geval voor ja, in Katwijk. Ja. Spannend ook wel. Ja. Nou, in ieder geval het verschil weer 1 punt. Terwijl we hier de 3 punten zien van Beerte. Aanval de rebound van Noelle en de fout van Yveske Hoek, haar derde. Derde fout. Maar wel pas de eerste teamfout, dus dat scheelt. Ja. Mooi jumpertje daar, ze is helemaal open. Je merkt toch dat het nog niet zo lekker gaat bij Lekker Tech. Nee, nee. Zie je ook aan Anne de gezicht dat ze nog niet helemaal tevreden is over hoe haar ploeg eigenlijk speelt. Susanne open. Nee, Jolie staat volgens mij ook goed in de bucket. Daardoor komt de Lekker Tech er eigenlijk moeilijk. Nee. Hij komt heel moeilijk doorheen. Ja, dus, ja. Ongelukkig daar voor Julia. Het is de eerste pas voor Julia, dus dat scheelt wel. Dat was wel belangrijk. Zij ging tegen Den Helder natuurlijk liep ze tegen de vijfde fout op. Dat was wel. Ja, dat is natuurlijk het risico als je veel met je bank speelt en misschien de eerste 8 daar bij Lekker Tech. Krijgt Julia nu ook meteen de tweede? Hebben wij misschien iets te hard geroepen? Ja, laten we nou niet doen. Ik had ook niet het idee dat dit echt een fout was. Oh, Gracie krijgt hem ook. Okay. In ieder geval dan. Gracie haar tweede. Tweede fout, Gracie Wallace. Ik had in ieder geval het idee dat Julia echt wel gewoon stilstond met de hand omhoog. Klopt. En Gracie vroeg zelf ook even aan de scheidsrechter van ja, wat deed ik dan precies? Ja, terwijl Beert het verschil weer naar 4 punten brengt vanaf de lijn. En ook naar 5. En gelijk naar de kant gaat voor de 6. Kijken wat Laura nog gaat brengen. Was natuurlijk de eerste helft al heel erg belangrijk. Ja. En Julia pikt hem weer op. Assist Julia Jorsma, scoren Gracie Roberts. Gracie met haar 8e punt. Ja, in ieder geval wel lekker ook dat Julia dan op zo'n moment toch snel nog dat overzicht houdt. Ja, even blijven staan daar. Ja. Zone weer bij Lekker Tech. Ja. Blijven ze toch gewoon instaan. Ja, zeker ook als je kijkt naar de 3 punten. Dat valt toch. Dat gebeurt toch niet. Halen ze toch niet zo heel veel uit bij Jolly? Nee. Nee, vandaar misschien Max een time-out nu. Ja. Gaan wij nog meeluisteren? Dat denk ik wel. Even kijken waar Lauren staat met de hengel. Er wordt hier achter in de regie druk gebaard dat ze richting Mart moet lopen. Maar ja, Lauren is nou eenmaal een Lekker Tech fan, dus die blijft dan toch graag aan die kant. We gaan even kijken of we mee kunnen luisteren. We staan in 23. We get the momentum out. Then we stop.
take care of the high post, stun, but don't get blow by on the wings. Yeah, and we have to secure the rebound. Yeah, if they hang by your arm, elbow out. Come on, fight them. Get secure the boards. Yeah, in offense, I like horns. I like fists. I like horns. I like fists. It uses our speed. We collapse the defense, and then we get open looks. Open looks. 45. We're switching everything. The slipping is hard because it's inside. Yeah. Here we go. Ja, je ziet toch dat Vincent ook veel vertrouwen uitspreekt gewoon richting zijn ploeg. Hè? Gewoon van blijf de dingen doen die je doet. Speel wat aanvallen wat meer door en dan komen echt de betere looks. Ja, nou dat moet hij natuurlijk ook blijven uitspreken. Dat is ook belangrijk. Ik denk dat je ploeg steeds gewoon prima aan de wedstrijd zit. Alleen je wil natuurlijk wel langzaam naar dat keerpunt gaan. Dat de wedstrijd richting jouw ploeg komt. Ja. Naar Lectic Tech. Ja, dat was heel goed. Je hebt natuurlijk in je tijd bij Lectic veel met René van der Wielen gewerkt. Ja. Dat was ook wel echt een coach die heel veel vertrouwen kon brengen. Ja, absoluut. Het was bij mij heel belangrijk. Toen ik hier kwam bij Lectic Tech, heb ik mij eigenlijk heel erg ontpop als speelster. Ja, en van de rebound zagen we van Anke Rikhoff trouwens. Ja. En als je dan, een coach als René hebt die heel veel vertrouwen geeft, dan is dat fijn om daarmee te beginnen. Ja. Lectic heeft ook moeite met die hex, double teaming van Jolie. Ja. In ieder geval weer terug in de man-to-man, zo lijkt het. Toch weer die zone. Toch nog die zone, inderdaad. Kijk wat er gebeurt. Goeie defense daar van Lisanne. En de rebound van Anne. Ja. Slim onderlangs gegaan, Yveske. Ja, toch proberen om zoveel mogelijk naar de lijn te komen op dit moment, ja. Lijkt me. Eerste fout, Binaas. Jordi wordt gewisseld, komt erin voor Anne. Nou, dat zal Gracie naar de point guard opschrijven. Ja, ik zie toch nog steeds een lichte frustratie bij Anne. Kijken of ze dat nu los kan laten en dadelijk toch nog haar ploeg kan gaan leiden. Is toch ook wel echt belangrijk als zij in de wedstrijd zit eigenlijk. Ja. Wat een beetje mis ook zijn echt die huddles, hè? Dat deden jullie in die tijd ook heel veel. Ja. Gewoon even. Ja, dat Anouk was toen de tijd natuurlijk ook assistentcoach bij ons. En die zei dat ook altijd van het is zo belangrijk om met elkaar te blijven, hoe slecht of hoe goed het ook gaat. Dus misschien is dat ook een goede voor Lectic Tech nu om met elkaar even de strijd aan te gaan. Er wordt goed gecommuniceerd in de zone. Kijken of ze het nu tot het eind kunnen volhouden. Ja. Nu een goede rebound. Dat is wel belangrijk, maar die is toch weer voor Noelle de Roster. Ja, zit er net met de handen tussen. Nou, dan moet je nog weer een keer 14 seconden aan de bak. Ja. Miscommunicatie ook daar. Twee man aan de bal toe. Ah, kom aan. Jammer, fout wordt gefloten voor Jordi. Ja. Het leek vanaf hier alsof het op de bal was, maar... Nou, dat vond Jor zelf ook. Ja, Jor absoluut ook. Julia komt terug, vervangt Yveske. En op de lijn Piet Nijhuis voor twee vrije worpen. Vier punten al dusver. En dat zijn de vijfde voor de nummer 5. En het verschil is 5. Nou. Ja. Ja. Goeie actie van Julia. Hard er langs gaan en die fouten uitlokken eigenlijk. Ja, en dat is 2 vrije worpen, hè, want het is, ze zijn in de penalty.
Bart wilde iets anders zien in de man-to-man matchups, zo te horen. Ja. Jullie ook met dat tiende punt die ze binnengooit vanaf de vrijworplijn. Ja, belangrijk. In ieder geval duidelijke cijfers in Den Helder zo te zien. Tweede van ja. Julia's mis, rebound Laura Stegging. Heel duidelijk. 84-30. Ja. Bij Grasshoppers. Gaat Grasshoppers weer voor? Ja, het gaat op en neer daar. Het is spannend. En bij Binnenland is het 56-42. Die beginnen nu ook aan het laatste kwart, dus ook dat is nog zeker wel een wedstrijd, omdat dat al 14 punten verschil is. Kato en Lisanne willen allebei voor de rebound gaan. En, gewoon net elke keer, die ballen vallen net niet de goede kant op. Hè? Echt zonde eigenlijk. Je gaat ervan uit dat je de bal hebt, iedereen loopt al terug en dan is hij toch nog net niet goed. En nu is hij veilig in de handen van Lisanne. Oh, veilig. Zo goed als. Laag in de shotklok. 3 punten voor Julia. Mis. Rebounds voor Noël. Oh ja, paast niet lekker. Maar die gooien we naar buiten. En dat betekent dat we toch nog een laatste aanval voor Electrotech krijgen met nog 12 seconden. Ja. In ieder geval nu weer de aansluiting vinden. Mart wil nog wisselen. Ja. Hier is zwart erin voor Noël. Ja. Kijken waar de bal heen gaat. Ik zie Jordi over een stekker heen komen. Julia uit balans. Ja, stond daar eigenlijk niet lekker. Nou, geen fouten maken. Ja, en ook het derde kwart gaat gewoon in de Tubbergen. Ja, het is... Het is een spannende wedstrijd eigenlijk nog steeds, waarin we eigenlijk toch de energie en de snelheid van Electrotech missen. Ja, ja. Ook dat zie je ook wel terug, hè. De kwart scoren 15-17, gewoon scorend gewoon te laag. Op zich verdedigend 17 punten. Is prima. Ja. Maar voor Electrotech is dit toch wel te weinig. Ja. Communicate the baseline runner and communicate the high post. Yeah, we're conservative on the closeout. That's not the problem. The problem is to get the ball. Yeah, can we catch the ball? I'm pretty sure we can. Yeah, let's put that behind us. Secure those rebounds. Yeah. In offense, I like fist. Good look. Yeah. Now, don't look at the scoreboard. Shoot like we shoot in practice. Yeah, those three balls are going in. I promise you. Keep shooting. If you do go to the basket one-on-one, make contact, finish hard. Yeah? Remember that if you go, they collapse. So keep an eye open on the shooting. Yeah? We got a tool now. We got a weapon. Yeah? The zone is doing its work. Let's secure some rebounds now. Let's go. Aggressive. Nou, kijk even naar de statistieken die we ook weer overhandigd krijgen. Hij ziet schotpercentage wel wat meer naar elkaar toe kruipen. Hè? Maar ja, het grote verschil is in de rebounds. Ja, absoluut. Nou ja, 12 turnovers tegen 8. Hè? Ja, mij viel dit ook nog op. 15-25 vanaf de vrije woordplein, Jolly Jumpers. Ja. Maar, ja, veel op de vrije woordplein ook. Ja, hè? Ja, ook zeker. Nou ja, points in the paint. 30 punten van, ja, komt toch inside vandaan ook bij Jolly. Nou, dat is natuurlijk ook wel gewoon het wedstrijdbeeld. Dus we kunnen wel zeggen dat de scouts goed werk doen. Ja, precies. Klopt. Nou, in ieder geval, we gaan een spannend slot van de wedstrijd krijgen, Jack. Met nog 10 minuten te gaan. Balbezit voor Electrotech. Kunnen Gracie bijna aanraken, zo dichtbij zitten we. Ja, zo dichtbij zitten wij hier, langs de lijn. Dat is goed, goede naam van het programma. Misschien kunnen we wel mee. Kato in de post. En ook daarin zie je, Kato gaat van de basket af in plaats van naar de basket toe. Ja, en Jolly staat daar gewoon hard achter te verdedigen. Dus ik vind dat ze dat wel goed doen. Lekker nog steeds in de 2-3 zone.
Rebounds controleren nu, hè. Dat is wel echt... lijkt wel een beetje wedstrijd tegen grasshoppers. Het was ook altijd lastig om de rebounds te controleren. Ja. Julia hard naar de basket. Te hard naar de basket. Ja, ging eigenlijk net te snel. Nou, Anne en Lisanne terug. Ja, belangrijk dat zij er weer in komen. Ja. Anne terug. Maar de bal is voor Jolly. Ja. Jolly zoekende. Goede communicatie in de zone. Ja. Toch een anker vanaf de high post even losgelaten. Ja, Laura daar weer met een afvallende rebound. Ja. Gooi hem ernaast. Ja, dat is toch een nadeel. Dan zie je dat de middenman in die zone moet komen helpen. Ja, dan staat Laura daar gewoon slim gepositioneerd vanavond onder de rebound. Ja, goede pick and roll hier met Jordi en Julia. Dat is eigenlijk het spel wat we moeten zien. Ja, gewoon die two-man games, hè. Maar wel op snelheid. Dat is wat we eigenlijk misten voorheen. Stiel, belangrijk moment. Nou scoren. Goed gezien van Yveske. Goeie paas daar. Oh ja, en naar buiten. Extra paas. Goeie aanval van de rebound. Ik denk die drukt Lisanne wel af, maar die... Gaf hem aan Anne. Jordi misschien. Zo. Ja, absoluut. Vanuit de hoek. Ja, vanuit de hoek, maar ook vanaf de knieën. Ja, absoluut. Ja. Maar dat maakt van jullie niet uit. Jordi is ervaren genoeg om dit soort ballen er gewoon in te gooien. En we hebben... Oh, nou, ik wou net zeggen, we hebben weer een voorsprong. Lekker de tank, maar die is alweer voor Jolly. Ja. Jolly wil echt dichtbij blijven. Ik heb gemist wie de score maakte, maar... Volgens mij was... Aanval de rebound van Lies twee keer. En uiteindelijk toch voor Jolly Jumpers. Oh. Ik weet niet hoe het met jou zit, Jack, maar ik schuif toch langzaamaan op naar het puntje van mijn stoel. Ja, zeker. Ik zal ook eens even wat meer actief gaan zitten. We zitten tenslotte alweer in het laatste kwart. Ja, wat meer lengte in de ploeg, hè. Ja. Marel verlaat het veld voor Beerte. Ja, ik zie toch langzaam ook wel wat vermoeide gezichtjes bij Jolly nu. Kijken of dat lekt het daar. Nou, toch niet. Komen ze nog niet afmaken, of er zat alweer een driepunt erin van Laura Stegink. Ja. Nou wordt het mentaal weerbaar. Nou is het ook een kwestie van wie wil er. Anna had hem goed uit, vraagt om een screen hier. 8 seconden op de klok. Ja. Yveske voor 3. Ja. Als ik goed heb geteld, 17 punten voor Yveske nu. 17? Ja. Netjes. Oh, het worden 3 punten. Dit is play-offs. Ja. Van 3 punten naar 3 punten gaan. Dat is wat je wil. Daar krijg je de energie van. En dat zie je toch wel vaak in play-offs wedstrijden. Dat soort ballen er dan op het einde gewoon allemaal ingaan. Dat maakt het wel... een leuke wedstrijd. Zeker. Anne naar binnen. Paas. Een hele mooie paas naar Jordi daar. Jammer. Ja. Goed gezien. Ja, dit zijn de schoten die je wil hebben, hè? Ja, Anne zeker. Die moet in. Jullie ook gewoon nemen. Zeker als je hiervoor net een driepunter hebt gepakt. Ja. Nou, Lisanne met tempo naar de overkant. Komt daar Beerte tegen. Yveske komt erin voor de aanval van de rebound. Komt er echt letterlijk ingevlogen. Ja. Ik denk dat ze de fout meekrijgt. Ja, en Laura Stegink die krijgt hem. Ja. Dat is haar tweede. Tweede fout, Laura Stegink. En een turnover gelijk, dat is zonde. Toch veel gezien al turnovers op de inbounds. En opnieuw een driepuntspoging van Pien Nijhuis. Die hebben natuurlijk net al in raak zien gooien. Rebound. Ja. Van Birte. Ja.
scheidsrechter overlegt daar even met Julia. Ik heb nog niet precies gezien. Ik denk dat er een speelster van Lekker Tech uit stond. Een kleine time-out. Die zal van Vincent zijn, verwacht ik. Maar hij had het nog niet echt aangegeven. Het leek bijna alsof Mark erom vroeg en dat hij toen zei van de bal is uit. Maar goed, als de bal uit is geweest, is de bal uit geweest. Ja. Stay solid in the zone. Yeah, don't gamble. Oh, also not in 22. It's a delay and then we go in the zone. There's still a lot of basketball to play. We don't have to, if 3 minutes left, we're still behind and we're switching back to men. And back to 55 switch with the X. We need 2-3 minutes now. Solid stops with the zone. Get the rebound. If they hit one, they hit one from the three-point line. Yeah, but we're going with numbers. On offense, yeah, I want some horns now. You on the four. You on the four. Clear? Here we go. Nou, natuurlijk is er nog wel sprake van thuisvoordeel. Je speelt gewoon op je eigen veld, eigen basket. Maar op dit soort momenten mis je echt die zesde man. Ja, jullie thuis. Ja, ja absoluut. Ja, ik merk het zelf ook. Daar krijg je gewoon soms gewoon extra energie van. En dat maakt het gewoon spannender. En dat is nu, het is hier gewoon heel erg stil. Ja. Het is hier zelfs koud. Nou, als supporter heb je het volgens mij nooit koud als het play-offs is en je staat achter. Nee. In de schaapskooi kan alles, hè? Dus in dat opzicht... Nee, zeker. En je hebt ook nog tijd genoeg. Moet ook niet uitmaken, maar ja, wat jij ook zegt, dat is wel iets wat je nu heel erg mist. Ja, dan kan net wel je gewoon net even over dat drempeltje helpen. Hè? En dan, terwijl we hier weer Beerten naar de ring zien gaan. Ik denk toch weer. Ik denk toch dat Jordi hier wel gewoon goed verdedigt. Ja. Oh. Nee. Fout toch voor Jordi. Derde voor Jordi. En Beerten naar de lijn. De scheids. De DJ wilde ook even zijn moment pakken, denk ik. Scheidsrechter geeft even aan dat het iets rustig aan. Bim wilde heel eventjes zijn moment pakken. Ja, dat was Marijn inderdaad, DJ Dreamboy. Oké. Okay. Ja, nou, Bert heeft er geen last van. Nee. Ja, het is daar eigenlijk net te stil voor inderdaad om ineens zoiets er doorheen te gooien. Ja. Maar goed, het hoort eigenlijk wel een beetje bij, vind ik. Ja, ja. Goeie paas naar Jordi, extra paas. Oh, goed gezien. Mooie snee van Yveske. Mooie paas van Anna. En als Yveske hem niet had opgepakt, dan had... Dan stond daar nog iemand achter. Dan had Lisanne hem gehad. En de gap is voor. Ik zie hier ook dat Anna aan het eind derde kwart al 6 assist had. Oeh, nee toch. 3 punten van Iris Zwart. Ze blijft ze er toch in gooien, Jolie. Ja. En dan is het verschil weer 7. Ja. Nou, Jack, ik weet niet, heb jij je agenda bij de hand voor zaterdag? Ja, zeg het maar. Ik geloof niet dat deze wedstrijd deze serie in de 2-0 beslist gaat worden. Nee, ik merk aan de groep van Mart dat ze gewoon nog heel graag willen. Ze willen er gewoon een hele leuke serie van maken. En terecht ook, daarvoor is de groep gewoon een leuke groep. Ja. En ik hoop dat Lekker Tech nog iets kan doen natuurlijk, nu. Goeie bal daar. Goeie paas van Lisanne op Julia. Ja, 15 punten voor Julia. Ja, belangrijke wedstrijd. Zie je ook weinig emotie aan, hè, op zo'n moment. Het is toch wel een hele belangrijke 3 punten. Ja, maar gelijk weer de focus op de defense. Ja, dat zeker. Ik vind haar wel altijd harde werkster. En laat wel haar emotie zien als het er niet mee eens is. Maar dit is inderdaad de goede controle die ze nu heeft. Dat is ook goed om terug te schakelen. Ja. Deze zal niet vallen. Echt uit balans. Maar wel weer de aanval van de rebound Lara Stegging. Ja, en de stiel van Anne. Anne. Ja, stil van Anne. Mart druk aan het wisselen. Is toch ook altijd wel echt een energieke persoon, hè, aan de zijlijn, Mart. Ja, absoluut.
Ja, hij zei ook in de rust dat, dat het een leuke wedstrijd was. Dus dat hij er vol voor wilde gaan. Niks te klagen. Dus denk ik als je ploeg zo staat te spelen. Er gebeurde van alles. Uiteindelijk de rebound bij Iris Zwart. En Barendrecht staat er met 2,5 minuten gaan. Inmiddels 70-50. Dus die wedstrijd valt wel de kant van Joost. Van Joost van Rangelrooy op. Ik zie ook dat Grasshoppers voor staat, 66-54. Ja, en 3 punten van Lisanne die niet valt. Jammer, daar hopen we nu toch eigenlijk langzaam een beetje op dat die ballen gaan vallen. Ja, ja dat er een bal valt en daarna gelijk een goede stop. Ja. Maar ondanks dat het nog 3 minuten is met 4 punten, is deze wedstrijd absoluut nog niet gespeeld. Balverlies daar van Bitter. Ja. Hij zal gaan zien dat Jordi natuurlijk ook gewoon lange aanvallen gaat spelen. Ja. En de druk zit volledig op de ploeg van Mijmol. Ja. We zoeken daarna de open driepunten van Jordi. Ja hoor. Ja, dat zijn echt haar plekjes als de ploeg. Je ziet gewoon dat de ploeg haar aan het zoeken is nu. Ze zit in die wedstrijd. Ja. En dat is zo haar kracht om die ballen daar erin te gooien. Nou, 12 punten ook voor Jordi. Ja. Denk alle 4 driepunters. Ja, absoluut. Goeie help van Yveske en Anna pikt hem op. Ja, weer daar. Dit is een belangrijk moment. Ja, zeker. Nou zorgen dat je aansluit. Ja. Ik zou zeggen, zet Jordi maar weer ergens neer. Ja. Nou, volgens mij doet ze dat zelf al. Ja. En Lisanne was ook wel aan het zoeken. En fout van nummer 12 is Beerte. Of Noelle, sorry. Tweede van Noelle. Tweede fout. Dat is knap, want Laura Stegging zit aan de kant. Maar goed, ook voor Wim is het laat. Ja, aanvallend. Daar was ik bang voor. Ja. Het was iets te opvallend, haar elleboog daarom. Ja, en dat is de vierde voor Yveske, dus die moet ook wel op gaan passen in de laatste 2 minuten. Ja, of even verstandig uitspelen nu. Ja, beide coaches hebben nog 2 time-outs, hè. 1 punt verschil. Ja, ze wachten er lang mee. Ja. Het is ook eigenlijk niet... Anne begint te schreeuwen omdat ze er veters aan het doen was. Ja. De bal werd al ingegeven. Maar goed, we hebben op de gewacht gelukkig. Ja, zeker. We vertrekken niet zonder Anne. Nee. In dit geval Pien Nijhuis, die vertrok wel zonder Anne. Ja. Jumbo, en die staat nu weer de kant van Lektek op, dus dat is wel prettig. Kijken wat er gebeurt. Vincent al een time-out gehad. Ik heb hem nog niet iets zien gebaren richting de tafel. Dus zijn armen zijn nog steeds over elkaar. Dus, Hij heeft er vertrouwen in. Misschien ook de uitstraling die hij geeft naar zijn ploeg. Het is natuurlijk ook gewoon maar 1 punt. Dus ja. Lisanne. Naar de ring en een fout. Nog geen 2 vrije worpen, maar wel lekker dat die bal nu in ieder geval. Of die, dat in ieder geval 4 teamfouten zijn nu. Ja, precies. 4 teamfouten. Ik heb niet zo het gevoel dat de ploeg last heeft dat er nog maar 1 minuut 32 op de klok staat. Hier toch wel Anne die baseline, of in ieder geval de weak side aanvallen. Ja, Jordi was ook open aan de andere kant. And one! Anne. Ja! Anne maakt daar een hele belangrijke score. Hij heeft wel last. Ja, bezeert zich. Het is kramp, zo te zien. Het lijkt alsof dat ze ook een beetje aan het lachen is. Hopelijk is het dan alleen kramp. Ah, de fysio's van We Do Care zijn dichtbij. Dus ja. Die waren al opgesprongen. Ja, Roy fijn en dat die klaarstaan ook. Ja, Roy en Sharon houden toch wel echt de ploeg fit. Ja, fijn. Wel, heel belangrijk ook altijd voor de lekker ploeg. Om een goede fysio erbij te hebben. Ja. Nou, we hebben allemaal eigenlijk nog niet superveel gezien. En maakt wel deze. Maar nu deze end one is super belangrijk. En de voorsprong, hè? Ja, 2 punten. 2 punten nu. Ik zeg het nu maar vast, nou de bal nog niet in de buurt van de basket is. Ja, precies. We jinxen hem niet meer. Nee. Nu is het belangrijk wie er het meeste rust houdt. Ja, en deze 3 punten mag niet vallen. Nee. Goeie rebound van Lisanne. Ja, nu... Even de bal niet weggooien, de bal weer naar Anne eigenlijk. Anne gebaart ook van rust in de tent. Ja, heel slim. Nu gebruik maken van die tijd. Je hebt nog 2 fouten weg te geven ook, hè. Dus je kunt ook eventueel een play nog pakken. Met haar spin move. Oeh, dat valt is zonde. Niet. Geen fout maken daar. En hij fout hem toch. Oh, aanvallende fout. Heel belangrijk. Zo.
knappe call ook. Ja. Mart zal het er niet mee eens zijn. Nou, Iris zelf ook niet. Iris Zwart die de fout krijgt. Was het er ook absoluut niet mee eens. Nee, dat is ook haar vierde. Ja. En we zien Mart een time-out nemen. Oh nee, Vincent neemt hem. Sorry. Ja, nee, Vincent neemt hem. Die zal waarschijnlijk een play willen maken nu. En dan is het jammer dat we niet mee kunnen kijken, Jack. Hey, two curl, remember? Two curl on the baseline, yeah? I have Lisanne and Anna on the weak side. So on the other side, yeah? Yveske, you take it in. Julia and Jordi, yeah? Julia, walk yourself in. Screen your own. Go out. On the weak side, on the back screen, Lisanne. Yeah? When they fight over, you pop out. That's the pass we're looking for. Yeah. Of course, if Jordi is open, she's open. If this doesn't work, fly up, fly up. Yeah. Aggressive! Nou, het spelletje dat gespeeld wordt is Two Curl. Hebben we het toch al een paar keer gezien volgens mij, denk volgens ik. Volgens mij ook, ja. 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 Of in ieder geval iets met een stacked screen. Waarin Jordi misschien gezocht wordt. Ja. Of Lisanne, post-up. Ja, het is in ieder geval fijn om in ieder geval nu de bal in aanval te hebben. Nog 47 seconden te gaan. Ja, heel, heel fijn. Voordat die bal uitgegeven wordt, de wedstrijd in Barendrecht is afgelopen. 72-62. Ja, nou, daar komt de potentiële tegenstander uit van de winnaar van dit. Oh, bal wordt onderscept hier. Tot Jolie. Oeh, 2 tegen 1. Iris. Iris mist. Aanval de rebound uiteindelijk van Anke Rikhoff. 37 seconden nog. Oeh, dit... Oh, blokshot van Lisanne. Heel belangrijk hier. Ja. En dat zal, ik denk dat Jolie nu een fout gaat maken. Mart geeft nog niks aan. 8 seconden tussen de shot en game clock. Oké. Okay. Maar Mart staat in ieder geval wel dicht bij de jurytafel om een time-out te nemen als er gescoord gaat worden. 4, 3 punten van Yveske van heel ver. Time-out, 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 time-out. Ja, die time-out die had hij op tijd al aangevraagd. Oh, wat een driepunter, hoor. Met woord. Ja. Ze schreeuwden het zelf ook helemaal uit. Ik denk dat er een hoop spanning en frustratie ook uitkwam. Vroeger op het pleintje zeiden we altijd niet gecalled, hè? Dus dan telde hij niet. Nee, dan telde hij eigenlijk niet. Nee, maar dat doen we nu wel, hè? Nu zeker wel. Ja, je gooit hier toch... Je sleept hem er bijna uit, hè? Ja. Nou ja, goed, we zijn er nog niet. Nee, zeker nog niet. 7 seconden nog. Matchup, they're gonna advance with 55 switch, I'll be conservative. On the 3-pointers now, run them off the line. We don't have to fall, we're 4 points ahead, so we can just stay on, but we don't want any 3-pointers. We don't want any 3-pointers. Yeah? So if we have to, we can fall, but don't let them shoot 3-pointers, run them off the line. Kijk. We hebben hier natuurlijk het dak in de schaapskooi is niet het hoogste dak van de sporthallen. Nee. Maar ik denk als die er vol gezeten had met die 3 punten was van Yveske, absoluut. Was dit een paar centimeter omhoog gegaan. Ja. Wat zou je nu doen als je Jolly Jumpers bent? In ieder geval zorgen voor een snel schot en een fout, denk ik. Ja, zoiets. Daarna meteen een fout maken en hopen dat er vrije worpen gemist worden. Ja. Maar ja, er staan wel een paar zekere schutters bij Lectatech in. Dus, ja. Is er nog iets veranderd aan de klok? Nee. 7.9, ja. Volgens mij klopte dat ook wel redelijk. Ja, denk ik ook wel. Bal is in. Beerte. Die verliest hem. En ja, daarmee gaat toch wel de wedstrijd. Ja, ik zag het oog. Ik had ook het idee dat hij de andere kant op moest. Ik wilde zeggen van... ik zag hem eigenlijk wel via Lectatech uitgaan. Ja, via de voeten. Ik wilde zeggen, daarmee rolt de wedstrijd onze kant op. Ja, wel over een voet van Lectatech. Ja, dacht ik te zien. Nou ja. Oké. En hier is hij dan, de steal. En Lisanne mag hem afmaken. Ja. Die telt niet meer, was buiten de tijd. Nee. Ja. Maar goed. Nou ja, hij is binnen, Jack. Ja. Dat is eigenlijk wel belangrijk.
22-13 in het laatste kwart. Hè? Dus ja, dat daar maak je echt verschil. Je ziet dat de ballen vallen, dat er veel meer energie komt. Of dat het nou van de bank is of van de basispijp. En toch ook, wat jij ook heel goed benoemde, is dat Vincent eigenlijk heel rustig bleef. Wat mij opviel. Heel lang wachten met zijn time-out en eigenlijk daarin uitstraalt naar zijn ploeg van ik heb vertrouwen in jullie en dat komt wel goed. Ja. En dat heeft de ploeg ook laten zien daarna. Ja, daarom. Hè. Dus het is ook wel fijn dat vertrouwen dan voor een coach dat vertrouwen wordt beloond. Ja, dus dat is wel lekker. Ja, maar dat, weet je, je kan ook gaan schreeuwen dat je niet tevreden bent natuurlijk. Je ploeg is gewoon niet heel scherp geweest. Maar als je zo dan blijft staan en het vertrouwen uitstraalt, weten dat je ploeg het nog op kan draaien op het laatste moment. Dat vind ik ook wel, ook wel knap. Ja. Ah ja, Wim moet net Yveske topscorer van de wedstrijd met 23. Maar ik denk dat ze het meest blij is met die hele belangrijke 3 aan het op het laatst. Ja, daarom zei ik net dat zag je natuurlijk aan haar gezicht. En wat jij ook zei, als hier supporters hadden gezeten, dan was het ontploft geweest. Hier zaten we eigenlijk al heel lang op te wachten op dit moment. Ja. Dat moest toch wel van Yveske komen, maar ook samen met Lisanne en alle 3 punten van Jordi natuurlijk heel erg belangrijk. En toch ook wel Anne en haar leiderschap op het einde. Ja, zeker weten. Nou, gewoon heel, wat Wim ook zei, voor de poorten van de hel. Nou ja, ik denk gewoon dat het dat Lekte Tech wel gewoon continu in de wedstrijd is gebleven. Ja. Maar wel, het is wel continu in de wedstrijd is gebleven en ja, gewoon rustig is rustig gebleven. Ja, absoluut. Ze hebben zich niet gek laten maken. Nou, dat is dan toch de ervaring die ze meegenomen hebben van de vorige wedstrijd. Ja, denk ik wel. Ja. Hey Jack, heel erg bedankt. Ja, ik vond het ontzettend leuk. Ik wil je ook heel erg bedanken en ook dat ik hier mocht zijn natuurlijk. Een eer om het met je te doen. En we gaan op naar een volgende wedstrijd. Donderdag in Tubbergen. Ja, spannend. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zeker kijken. We gaan zeker vanaf het livestream kijken. En mochten we verder komen in de playoffs, dan hoop ik je nog een keer naast me te hebben. Ja, zeker. Kom graag terug. Gaan we dat doen. Jack, dankjewel. Dankjewel. Blijf zeker nog even kijken, want we gaan nog een interview doen. Ik verwacht sowieso coach Vincent van Sliedrecht. Maar en ik denk dat ik ook Yveske voor leuk, de camera zou krijg. Doen, ja. Dus, dat wil ze denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Dus we gaan er wat moois van maken. Dankjewel. Leuk. We wachten nog even. Nee, we mogen. Vincent, de eerste klap is een daalder waard. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hij moest van diep komen vandaag. Ja, je zag wel dat de spanning effect op ons had van de play-offs. Gewoon concentratiedingetjes in de rebound. Ballen die uit onze handen glippen. Gaandeweg in de wedstrijd. Kwamen we toch weer een beetje terug. Controle is een groot woord, wil ik niet zeggen. Maar klauwden we onze weg weer terug. En misschien is dat wel precies wat we nodig hebben zo aan het begin van deze playoff run. Ja. Nou, lig jij ook s'avonds nog zo in bed? Want je straalde heel veel vertrouwen uit en nu sta je ook weer gewoon met je handen over elkaar. En dat, wat Jacobine en ik zeiden tegen elkaar, van, nou, dat straalt heel veel rust en vertrouwen vanuit je uit naar de ploeg. En dat hebben ze jou denk ik wel terugbetaald. Dat hoop je dan maar. Het is fijn om te horen dat iemand anders dat zegt. Ik denk als coach dat je in zulke situaties praktisch moet blijven denken en niet te veel emotie moet laten zien.
Ja, die heb ik heus wel hoor. Dat geloof ik ook wel. Ja. Daar kennen we elkaar ondertussen goed genoeg voor. Hey Vincent, wat is nou de sleutel in de wedstrijd? Waarom kom je toch tot dat kantelpunt? Kijk, dat we inside er moesten vechten, dat wisten we al. En daar beginnen zij erg sterk mee. Wat ons zeer deed is dat ze statistisch beter schieten dan dat ze in het hele reguliere seizoen hebben geschoten vanaf de driepuntslijn. Ja. En daar raakten we denk ik een klein beetje van de leg. Dan kwam er ook nog een runnetje achteraan waar onze drie punten niet wilden vallen. Uiteindelijk, door toch in die zone te gaan staan en erin te blijven staan, halen we het tempo en het momentum een beetje uit die wedstrijd. Kwam het vertrouwen weer terug. En toen we weer terug de man-to-man ingingen, zag ik weer de agressie die ik van ons gewend ben, zeg maar. Ja, want je bent even natuurlijk best wel een periode de 2-3 zone gespeeld, hè? Zij kwamen daar wat lastiger uit. Een aantal driepunters knikten ze erin. Maar vooral inside kon je ze daar wel stoppen. Ja, dat was even wat we nodig hadden. We hadden nog steeds heel veel moeite met de rebound. Compliment aan hun. En dat is zeker iets waar we de video op terug gaan kijken. Maar het haalde vooral het momentum bij hun weg. Want zij speelden met een hoop energie en vertrouwen. En zag er top uit aan hun kant. Ja. En dat moeten wij matchen en er zelfs overheen gaan. Ja. Nou ja, hele korte voorbereiding naar donderdag natuurlijk. Zal morgen een training op het programma staan. Ja. Video, ik zei net al aan de voorkant tegen Dennis, worden korte nachten voor jullie waarschijnlijk met een hoop video en analyses. Ja, ik denk dat het tactisch valt het mee hoeveel we moeten terugkijken hierop. Ze deden een aantal keer handig Anne in de post brengen. Ja, daar moeten we iets mee. Maar ik denk dat het verder gewoon vooral de zenuwen waren die eruit moesten. Maar nou, hopelijk heb je die dan nu een beetje van je afgeschud. Ik denk wel dat deze lekker voelt. En zeker die drie punten van Yveske, dat barst wel een bommetje emotie los. Zeker bij de bank. Ja, bij de spelers zeker. Kijk, ik sta op zo'n moment vooral te balen wat de kwaliteit van het schot is wat we krijgen. Gelukkig hebben we een Yveske in huis die hem erin kan gooien. Ja. Nou, die was wel lekker op dat moment. Ja. Nou ja, heel veel succes naar de voorbereiding richting donderdag. Ga genieten van deze overwinning. En ik hoop je eigenlijk zaterdag hier niet te zien. Daar gaan we zeker voor naar het oosten toe. Ja, naar Terberg toe. Helemaal goed. Dankjewel Vincent. Kato Koenen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zo, dat leek er een lange tijd niet op dat deze wedstrijd jullie kant op zou vallen. Ja, ik merkte wel dat we in het begin wel ook gewoon een beetje gespannen waren. Want natuurlijk wel weer de play-offs beginnen. Ja. Maar natuurlijk ook wel weer anders dan normaal, omdat er geen publiek en zo bij mag zijn. Wat wel echt jammer is. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nooit echt het gevoel heb gehad dat we hem echt gingen verliezen. En ik denk dat iedereen uit het team wel echt het vertrouwen heeft gehouden gedurende de wedstrijd. Nou, je had ze ook zelf een toch wel een belangrijk aandeel, hè? 14 minuten, maar ook voornamelijk, ja, wat heb je staan buffelen in die rebounds? Ja, je merkt het inderdaad dat we in het begin ook wel in de rebounds, of eigenlijk het derde kwart ook nog wel lastig hadden. Dat we wel echt te veel aanvallende rebounds weggaven. Maar we hebben ook heel veel zeg maar, de nadruk op gedacht, oké, dit moet echt beter. En ik denk dat we naarmate het eind vorderde wel beter deden. Maar ik denk nog wel dat het echt een stuk beter kan. Ja. Hey, wat we zagen was een enorme ontlading naar die absurde drie punten van Yveske natuurlijk in crunch time. Ja. Die was wel echt heel lekker. Ja, dat zijn echt de beste. En al helemaal op zo'n moment. Ja. Ja, dan ook nog eens met board. Hè? Ja, bizar. Nee, die was echt top. Ja, die hadden ook wel even nodig om even dat gat iets groter te maken dan twee punten. Maar ik denk toch ook wel echt complimenten richting Jolly Jumpers, wat zij hier op het veld hebben laten zien. Hè? Ja, zeker. Laura Stegging, Noelle natuurlijk. Ja, goed, dat weten we van Noelle, dat ze altijd hard blijft werken en naar de ring toe gaat. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je toch nog wel uitkijkt naar donderdag, maar toch ook wel denkt van, wat gaan we daar tegen krijgen? Ja, zeker. Jolly heeft inderdaad echt wel goed gespeeld deze wedstrijd. Maar donderdag, ja, morgen gaan we ons goed voorbereiden, video kijken, goed trainen. En dan volgens de focus op donderdag en vandaag. Hey, als je naar je eigen wedstrijd kijkt, wat vond je van je eigen wedstrijd?
Ja, ik denk wel oké. Ik denk wel dat het nog wel beter kan. Ook in communicatie. Maar ik denk wel gewoon, ja, gewoon oké. Gewoon een steady wedstrijd van je, ja. Nou, goed om te zien. Veel succes donderdag en ga genieten van deze. Ja, dankjewel. Dankjewel, Kato. En daarmee komen we aan het einde van deze livestream. Dank wederom aan alle mensen die hem mogelijk maken. De wedstrijd eindigt in 74-69. Lectatec Jolly Jumpers stand komt tot stand via 21-18-37-39. 52-56 en uiteindelijk na een goed laatste kwart 74-69. Speciaal dankwoord nogmaals aan Jacobine Klerks. Erg leuk dat ze erbij was vandaag. Nou, nogmaals, ik zei het net ook al tegen Vincent. Wij hopen u zaterdag niet te zien, want dat betekent dat Lectatec de volgende ronde heeft gehaald. Mochten we wel terug zijn, dan hoor en zie ik u graag zaterdag weer voor de wedstrijd Lectatec tegen Jolly Jumpers. Dank u wel voor nu en nog een hele fijne avond.